Welkom Lucas, Dankjewel. bij de podcast die we al dus mijn twee jaar willen gaan doen. Dat uh, zou wel eens kunnen kloppen ja, dat zou wel eens kunnen kloppen. Het is sowieso de podcast die wij al drie jaar plus samen ongeveer maken. Jij doet er veel meer voor dan ik natuurlijk, <laughs> maar achter de schermen heb ik uh, wel een beetje geholpen. Dus, ja, uh, ja, jij hebt inderdaad ja. de website gemaakt, Bocas.live. Ja. Uh, je bent ook supporter van, de eerste, van het eerste uur geweest. Sowieso. En um, ja, we zijn inderdaad al een tijdje bezig met veel van jouw hulp erbij om dat uh, verder uit te breiden. Ja. is dus leuk dat mensen ook uh, nu kunnen zien... Uh, Behind the scenes, hè? Wie het team is achter Wocast. Ja. Uh, ja. Um, en we willen het al een tijdje hebben over een onderwerp waar we allebei heel graag over nerden <laughs> en, en geeken. En dat is Getting Things Done, GTD. Uh, de god der orden als het komt op productiviteit en, uh, en je, je ordenen. Um, maar vertel me kort wat jij doet en, en, en wie je bent en, ja. en uh, uh, wat je nog meer wil vertellen. Ja, nou ja, mijn naam is Lucas, Lucas Sprigge En uh, wij kennen elkaar al een jaartje, of wat zal het zijn? 4, 5 oorspronkelijk via ja. Werk uh, ontmoet. En uh, ja, we delen inderdaad een passie voor productiviteit. Hebben daarin een systeem ontdekt dat uh, heel goed uh, blijkt te werken. <laughs> en uh, ja, daar ben ik dus ook uh, de laatste tijd veel meer in gaan verdiepen. Ik heb er ook een eigen YouTube kanaal over waar ik content produceer om mensen ja, bij te brengen hoe je die methode nou toepast in het dagelijks leven. Hoe je dus ja, productiever, productiever wordt. Uh, daarnaast heb ik ook uh, ja, ervaring in de marketing en sales, uh, ruim tien jaar. En dat is ook waar we elkaar ontmoet hebben oorspronkelijk, in een gedeelde ja, salesrol. Uh, um, en dat heeft ook een aantal raakvlakken met productiviteit waar we het ook wel eventueel over kunnen gaan hebben. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat uh, ben ik in een notendop is vast wel veel meer te vertellen. Maar ja, wat wat doe je in je dagelijks ja. werk? Ja, ik uh, ben uh, uh, head of sales, zoals dat zo mooi heet. Ik ben leidinggevende van een sales team voor een uh, groeiende Amerikaanse tech start-up. Ja, cool. Ja. Um, en we zeggen wel dit is productiviteit, maar eigenlijk zijn we ook allebei ook best wel lui. Ja. Uh, 100%. En in ieder geval voor mij de reden waarom ik me heel veel met deze dingen bezig hou en waarom ik er zo blij van word. Is omdat ik <laughs> meer kan doen met, met minder werk. Mm. Uh, hoe minder ik hoef na te denken over mijn werk uh, en de dingen die ik zou moeten doen, hoe blijker van wordt, want ik kan dan gewoon aan de slag gaan. Dus het is met sommige vrienden die hier wat minder in zitten, waar ik nog meer praat, die denken dan van waarom zit je jezelf zo helemaal te OCD en, en al deze dingen te organiseren en dergelijke? Want je hebt toch gewoon vrije tijd, denk van ja, maar hierdoor heb ik juist veel meer vrije tijd. Yeah. Ja, het is veel leuker om uh, aan zulke dingen te werken. Het gaat ook niet alleen om productiviteit... maar het gaat ook om, uh, om een bepaalde manier van ordenen van je leven... Die, uh, 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 die je helpt om dingen te doen... zonder dat je constant in een staat van verwarring bent... over wat het is dat je nou zou moeten doen. Ja. Uh, ik weet niet hoe het met jou zit, maar voordat ik aan GTD kwam... Uh, zat, had ik altijd enorm veel ideeën, uh, dingen die ik wilde doen... En als ik eenmaal begon met aan iets te werken, waren er nog tien andere dingen die aan mijn hoofd aan het zeuren waren eigenlijk, waardoor ik nooit echt dingen kon doen, nooit echt dingen gedaan kon krijgen. Ja, ja 100%. Ben je bekend met uh, Jocko Willick, zegt hij nou? Ja, eens, ik ken Jocko Willick. Dat is ja. die enorme <laughs> <laughs> ex-maaniër met een nek als een. Echt gewoon een real-life actionman eigenlijk. Ja, ook ja, een ja. kaaklijn van je welste en uh, ja, hij heeft echt. Uh, zijn genen goed mee, ook een Navy Seal veteraan. Dat oh, is ja, echt de Navy hoogste Seel, ja. uh, of uh, zwaarste discipline in het Amerikaanse leger, waar hij twintig jaar in gezeten heeft. En hij is uh, ja, nu een redelijk bekend spreker over uh, onderwerpen rondom discipline. Dus heeft daar ook wel mee te maken. En wat hij zegt, wat ik heel mooi vind, is: uh, Discipline creates freedom. En uh, dit heeft te maken met wat je net ook, denk ik, noemde als jouw vrienden tegen jou zeggen, joh, waarom ben jij zo geobsedeerd met een systeem om productief te zijn? Ben je dan niet allemaal tijd kwijt aan het organiseren? Nou, wat je zelf ook zegt, het levert aan de ene kant juist tijd op en wat het vooral oplevert is focus. Want uh, in zekere zin, als hij dus zegt, discipline creates freedom, uh, hoe ik dat interpreteer is, je bent eigenlijk altijd een slaaf. In bepaalde opzichten. Yeah. Uh, veel mensen, waaronder ikzelf, waar ik denk iedereen uh, aanvankelijk, is op een bepaalde manier een slaaf van afleiding. Mm. Hè? Wat je zegt, er zeurt altijd iets aan je hoofd, waardoor je nooit volledig je aandacht kan focussen op hetgeen wat je wil doen. En door een systeem, door een methode te hebben, waarbinnen je je aandacht kan gieten, zeg maar, uh, kies je eigenlijk waar je jezelf aan vastketent. Dus je bent nog steeds in zekere zin een slaaf. En het klopt dus als ze zeggen, ja, oh, waarom ben je zo OCD bezig met dit, uh, met dit soort dingen? Uh, maar zij zijn dat net zo goed. Alleen hebben zij niet de keuze waaraan ze verslaafd zijn in zekere zin. Ja, dus het soort van de menselijke ja. conditie is, je bent sowieso ergens slaaf voor. Ja. Het enige wat je, uh, wat je hebt, is dat je een keuze kan maken waar je slaaf aan, aan bent. Of ja. dat nou iets is waar je daadwerkelijk naartoe wil, of dat nou de dagelijkse verslommeringen zijn waar je maar in vervalt, of dat nou is dat je jezelf uh, in je hoofd zit en alles opbreekt, of dat nou is dat je constant afgeleid bent door alle prikkels die we hebben via, via onze schermen in ons leven, of sowieso, ja. Of, of whatever het is. Ja. ja, en dat is het mooie. Dat is wanneer dus die semi-verslaving, het is natuurlijk een heel groot woord en ik wil ook niemand beledigen die ook echt leidt aan een verslaving of zo, hè, maar dat is waarin dat. Uh, eigenlijk verandert, transformeert naar toewijding. Omdat nee. je dus die keuze kunt maken. Dus dat is inderdaad ook voor mij echt een grote plus van het ontdekken en practiceren, het oefenen. Want ik zie mezelf nog steeds wel gewoon als een student van uh, productiviteitssystemen. als ziet u die. Ja, maar dat is echt een. Uh, Hele mooie opsteker die mensen willen meegeven. Goed, uh, er worden hier al goede termen gedropt. Het schult tussen verslaving en toewijding. <laughs> 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 mooi mooi. Ja. Uh, Lucas en ik had, ja, Nick hadden altijd uh, uh, voor de mensen die misschien die ons natuurlijk niet kennen, uh, waren natuurlijk altijd enorm veel lol in de meest corporate corporate speak te verzinnen die mm. je kon verzinnen uh, <laughs> over onderwerpen. Dus, uh, <laughs> Goed ja. maar een klap op en dat soort dingen, baan... Ja. Toewerking versus verslaving uh, uh, pers is weer mooi om in, wel in, het rijtje. <laughs> om in de kist te gooien. Oké, en waarom GTD? Want ik heb, voor GTD heb je natuurlijk ook allemaal dingen geprobeerd: uh, je agenda ordenen, uh, tijdslots maken, uh, ja. verzinnen waar je heen wil gaan, uh, je dag indelen in onderdelen, ja. uh, je week plannen van tevoren. En bij mij werd dit allemaal niet, omdat ik, ondanks dat ik veel bezig ben met organisatie, ben ik nog steeds een chaot. Mm -hmm. Die eigenlijk gewoon wil doen waar hij op dat moment denkt dat hij het beste mee, uh, mee aan de slag kan gaan. Dus ik werk soms ook gewoon typ vijf zinnen voor een, voor, een, voor een projectomschrijving. En dan ga ik een half uur iets lezen of iets dergelijks. En dan kom ik er weer naar terug mm -hmm. en dergelijke. Dus ik werk gewoon heel. Uh, afwisselend, terug naar mezelf. Ik werk gewoon heel afwisselend. Dus die dingen waarbij ik altijd van alles moest inplannen, dat werkte gewoon niet. Want zodra ik meteen de, het plan niet meer volgde, want dat ging gelijk, was het hele viel het hele systeem weg. Ja, is een soort kaartenhuis dat je vanaf uh, ja, wanneer dan ook in het weekend zeg maar, opzet, misschien op zondagmiddag, en <laughs> ja. één ding komt ertussen... En het loopt helemaal in de soep. En het valt ja. helemaal weg. En er is geen, geen systeem... Die, of geen zel, zelfopruimend systeem in dat systeem... behalve het systeem zelf. Ik heb ook heel veel apps geprobeerd. En het probleem met apps is... Gaan, daar gaan we natuurlijk zo meteen ook wel over hebben. Maar het probleem met apps is... als je daar niet een doordacht systeem of werkwijze achter hebt... is dat je slaaf wordt van de werkwijze van die app. Hmm. En waar het eigenlijk meestal toe leidt... is dat je instelt... ik wil dit en dit en dit doen... Je stelt herinneringen in, zodat je herinnerd wordt. En binnen twee of drie dagen ben je gewoon eigenlijk aan het snoezen. Hmm. Herinneringssnoezen, hmm. herinneringssnoezen, lama, lama, lama. Ja, Instagram, Instagram. Dus je hebt gewoon Het klassieke probleem van uitstelgedrag uh, ja, uh, in een digitaal jasje gegooid. Maar het heeft <laughs> niet het probleem opgelost. <laughs> Letterlijk, ja. precies dat. Ja, precies ja, ja. dat. Nee, dat klinkt allemaal heel bekend. En ik denk voor al die voorbeelden die je net noemde. Die heel veel mensen, waaronder ik ook, uh, dat uh, allemaal geprobeerd hebben. Dus iets tegenin te brengen dat zo fundamenteel is... dat uh, ja, het eigenlijk gewoon uh, duidelijk maakt... dat die systemen niet in sync zijn, in line zijn... met hoe je brein eigenlijk werkt. Mm. En natuurlijk heb je persoonlijkheidsverschillen... die daarin een rol spelen. Iedereen is anders, daar kunnen we het ook nog later over gaan hebben. Uh, maar GTD is een methode die eigenlijk al die kritieke punten adresseert en er echt gewoon een goed geheel ja, systeem van maakt... om uh, uh, dat allemaal voor te zijn eigenlijk. Om al die valkuilen voor te zijn. Mm, mm. En, en ook om samen te werken met je chaotische zelf... of als je dat bent of als je dat niet bent. Dat is het ja. fijne eraan. Dus je kan zelf zo chaotisch zijn als je wil. Je kan zo lui zijn als je wil. Mm. En het blijft gewoon voor je werken. Um, David Allen, de bedenker van Getting Things Done... zegt ook uh, heel vaak dat hij eigenlijk zo lang uitslapt als hij wil... Mm. Of soms gewoon dagen niet werkt. Maar het maakt allemaal niet uit, want hij heeft alles gewoon klaar staan op het moment dat hij er aan, ermee aan de slag gaat. Op mm. het moment dat hij in de mindset zit om ermee aan de slag te gaan. Um, dus uh, GTD, wat is het? Het is. Ja. Uh, uh, ik durf een poging, dan mag jij een poging doen. Yeah. Uh, het is eigenlijk een heel simpel systeem met vijf stappen. Um, waarin je definieert wat het is dat gedaan moet worden en wat het is om te doen. Um, en dan alles. Dus heel vaak doen we werk. En dan doen we privé en doen we andere dingen. Maar nee, het gaat om alles wat in jouw hoofd zit. Dat eigenlijk aan jouw aandacht aan trekken is op het moment dat je iets wilt doen, is iets wat je eigenlijk wil vangen. Dat is stap één. Je wilt het organiseren in lijstjes plaatsen. Uh, je wilt het doen. Uitvoeren. Ja. En dan wil je het ook nog eens reviewen. Dat is ja. het belangrijkste onderdeel, denk ik, voor mij. Uh, wekelijks reviewen en opruimen, eigenlijk. Want je systeem gaat hoe dan ook richting chaos. Ja, klopt. <laughs> dus je moet het gewoon wekelijks opruimen. En dat is ook een super fijn moment: wekelijks opruimen. Want dan ben je eindelijk weer gewoon vrij in je hoofd van alle dingen die erin zaten. Ja, ja. Nee, je hebt het goed, uh, uh, goed geprobeerd. Wat <laughs> nee, is de vijfde stap eigenlijk? Want ik zei vijf. Nee, je, je, je hebt ze of, officieel de vijf stappen een beetje door elkaar gehad, maar je hebt ze volgens mij wel allemaal genoemd. Maar kijk, de, de eerste stap is oh. inderdaad alles. Ja, ja. nu <laughs> komt het. De groep gesprek. Nee, totaal niet. Ik ben ook gewoon een student. Uh, uh, <laughs> maar goed, het begint inderdaad met het opvangen wat je al zei, capturing. Uh, en het idee daarachter is dat. Letterlijk alles qua zeg maar stimuli, uh, waaronder stimuli die je zelf produceert, <laughs> namelijk je gedachten. Uh, dat is gewoon ja stuff, zoals het Engelse woord zo ja. mooi. Dat zijn gewoon dingen zonder enige betekenis uh, aanvankelijk. Hè, of het nu uh, uh, ja, een idee is dat in me opkomt, of uh, een, een, een leuke kat uh, uh, de, die mij inspireert om, om ook kat als huisdier te nemen. <laughs> Of, um, of, of een e-mail die binnenkomt, wat dan ook. Uh, het is op zichzelf gewoon iets dat buiten jou staat en zeg maar binnenkomt. Het klopt aan de deur. Ja. En um, wat veel mensen, denk ik, uh, 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 doen, is dat ze proberen dat direct betekenis te geven zodra het binnenkomt. En dat uh, is ook soms gerechtvaardigd. Zeker als het een urgente situatie is, zeg maar. Ja. Maar vaak hoeft dat helemaal niet. Dus het idee is dat je eigenlijk alles wat uh, mogelijk relevant is. En daar mag je heel ja, liberaal in zijn in hoe je dat interpreteert. Uh, opvangt door het gewoon op te schrijven. Dat hm. hebben wij als mensen wanneer? 5000 jaar geleden uitgevonden, het schrift. <laughs> zodat we zaken die we niet allemaal in ons hoofd konden vasthouden. Volgens mij was het oorspronkelijk voor boekhouding uitgevonden, het schrift. Uh, omdat we ook al die berekeningen en al die cijfers... en wie moet wie betalen en zo, uh, 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 dat konden we allemaal niet uh, in ons hoofd bijhouden. Dus dan hebben we het een manier gevonden om, om dat vast te leggen. Nou ja, dat kun je dus eigenlijk met alles doen. Ja. Uh, en ja, dat, dat kan een dagboek zijn en zo, maar het simpele concept is gewoon... hou een lijstje bij en noteer het zo vluchtig als je maar wilt. Hm? Uh, maar zorg ervoor dat het uit je hoofd gaat op een externe bron... Ja. En een, ja, dat is een ja, belangrijk de... punt, wat, wat je daar ja. noemt. Want een van de problemen waar we vaak mee zitten en, en andere planningssystemen is inderdaad geef het betekenis. Dus als het op je opkomt, moet je je wat dan ook je systeem erbij pakken en dat inderdaad al een plek geven. Maar je kan beginnen met gewoon simpelweg een zinnetje te schrijven. Bijvoorbeeld. En dan heb je het al uit je hoofd en dan kun je inderdaad naar de volgende stap. Of gaan. gewoon een stekenwoord zelfs, weet je wel. Uh, misschien uh, ja, uh, zie je dat in je huis een, 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 een schilderij scheef hangt of zo. Oei. <laughs> Volgens mij hier niet. Ja, die een klein beetje. Maar uh, ja, dan, dan uh, uh, kun je gewoon uh, schilderij scheef noteren... terwijl je eigenlijk bezig was om je klaar te maken om naar je werk te gaan... dus helemaal geen tijd hebt om te kijken hoe scheef is het precies... wat moet ik eraan yeah. doen of wat dan ook, weet je ja. wel maar je hebt ook uh, niet de uh, wat je zei het zeurende gevoel dat het in je hoofd blijft knagen terwijl je op je fiets zit in de trein wat dan ook van, oh dat schilderij schreef moet ik niet vergeten want uh, ja. morgen krijg ik mijn familiebezoek of zo en ik wil een goede indruk achterlaten nou whatever dus dat is inderdaad uh, het belang van het opvangen zonder gelijk betekenis te geven uh, maar dat is de stap twee clarify uh, het duiden van datgene wat je hebt opgevangen mm -hmm. en dat duiden dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste. omdat dat de filter is waarin je eigenlijk zegt alles wat is binnengekomen, wat hiervan is relevant mm -hmm. en uh, is het iets dat ik nu uh, kan doen, is het iets dat ik moet doen of iemand anders, is het iets dat ik nu moet doen of later? Dus daar zijn dus nu begint het systeem wat complexer te worden en dit is denk ik ook waar veel mensen misschien afhaken als ze omdat ze gewoon geïntimideerd worden van het idee oh moet ik dit helemaal zo Gaan ordenen. Nou, aan de ene kant ja, maar het is ook niet uh, zo moeilijk dat, ja, dat het niet kan. Of Klopt. En aan de andere kant, je doet het al. Juist. Dus je doet het al eigenlijk al in je hoofd. Ja. Uh, en daardoor zit je hoofd met allerlei dingen die vol zitten. En je hoofd, weer een mooie quote van David Allen, is niet om ideeën vast te houden, is om ideeën te hebben. Dus eigenlijk wil je ideeën die je hebt, dus dingen ja. die je opkomen, zo snel mogelijk uit je hoofd krijgen, zodat je erop kan reflecteren. En inderdaad, kan organiseren, want dan gaat het veel beter. Dan hoef je niet na te denken over dat schilderij, terwijl nog vier andere dingen aan je hoofd aan het doen zijn. Ja. ja, dat is een heel uh, leuk uh, uh, ja, idee dat ik uh, eerst kennis maakte tijdens mijn studie communicatiewetenschap, dat wij, um, ja, eigenlijk zijn computers uh, gemodelleerd naar het menselijke brein in bepaalde opzichten. En dan heb ik het in dit geval vooral over het korte termijn geheugen en het en het langetermijn geheugen, de opslag. Hmm. En het korte mijn geheugen, de RAM, is eigenlijk ja, hoe meer programma's je tegelijk draait, hoe langzamer je pc eventueel draait. Omdat die mm. een beperkte kracht heeft om al die te, de, de zaken tegelijk te verwerken. Hè? Want ik vind er vinden gewoon allemaal berekeningen plaats om dat, om dat te laten doen. En uh, ja, uh, als, je, als je iets hebt dat uh, uh, permanent opgeslagen moet worden, ja, weet ik veel, afbeeldingen, tekstdocumenten, whatever dan is het een ander soort geheugen. Dat, dat kun je oproepen wanneer je het nodig hebt. Ja. Maar verder is het niet altijd actief. En dat is je harde schijf. Ja, dat is de harde schijf. En, en het menselijke brein is in die zin heel vergelijkbaar uh, uh, daarmee. En dat sluit aan op dat idee wat je net zei. Dat uh, als jouw zeg maar, ram van je brein vol zit, bij wijze van... Ja. dan kan er heel moeilijk iets extra's bij. Ja. Dus als mensen willen weten... ja, hoe kan ik creatiever worden? Nou dan is dit gewoon het antwoord, maak je hoofd leeg, zoveel <laughs> en zo vaak mogelijk. Want dan heb je meer ram om ook ideeën te genereren, wat ja. je zei. Dat, daar is het eigenlijk voor uh, bedoeld. Ja, ja. Tegelijkertijd moet je ook zorgen dat het wel een systeem is die je uiteindelijk kan vertrouwen. Ja. Nou, anders kun je dat nog niet loslaten. Klopt. Maar dat is weer, dat, dat is weer een stap verder. Ja. Um, om, maar, maar, om maar te spreken over de kracht van gewoon schrijven. Schrijven is echt een soort externalisatie van je... Van je denken, ja. waardoor je het op kan reflecteren en het ook uit je hoofd is. Het is het tegelijkertijd wel en tegelijkertijd niet. Um, en dat eigenlijk, die, die ene stap is al, maakt, maakt je leven al zoveel beter als je mm. dat al consequent uitvoert en dan inderdaad um, voor alle dingen. Dus niet alleen, oh, dat is niet een taak voor werkt. Of gewoon dingen zoals, zoals jij de schilderij. Of ik moet iemand iets vertellen. Of ja. van, die, van die kleine dingen die gewoon in je hoofd komen. En dat is ook een beetje een oefening, eigenlijk ook. Die, uh, waar, of, of een, of een skill waar je heel veel moet raken om te herkennen wat iets is dat je eigenlijk Absoluut. wil opschrijven. Ja, ja en dit, dit is inderdaad gewoon iets dat oefening vereist. En dat heeft voor mij ook wel een paar maanden op zijn minst geduurd. Om inderdaad te leren duiden. Hm. Want het is gewoon. In eerste instantie redelijk complex. Maar tegelijkertijd, wat je zei, het is ook intuïtief. Het is iets wat je sowieso al doet. Het is alleen een manier om dat wat ja, automatischer te laten verlopen, wat bewuster te laten verlopen, vooral. Mm. Dus als je nou eenmaal alles hebt opgevangen, dat is een hele goede eerste stap. Um, maar heel veel ideeën of stimuli die je hebt vastgelegd, gedachten, wat dan ook, zijn mm. uiteindelijk. Misschien best wel grote dingen. Dingen die heel veel acties vereisen. om uiteindelijk te komen waar het idee oorspronkelijk over ging. Misschien wil je een, nou ja, nu we het toch over meubilair hebben. Misschien wil je een nieuwe, nieuwe boekenkast hebben. Hmm. Weet je wel. Wat zijn de stappen die ervoor nodig zijn. om een nieuwe boekenkast in je huis te hebben? Ja. Dus het moet verder gaan dan. Alleen opschrijven, boekenkast. Want, uh, ja, hoe begin je daaraan? Wat moet je daarvoor doen, weet je wel? Nou, dus hier komen we inderdaad op, op het verschil tussen... Wat is een taak en wat is een project? Juist, ja. En eigenlijk is alles in GTD wat meer dan twee stappen vereist, een project. Ja. Nou, dat is een heel gevoelige uh, afmeting van wanneer iets een project is. Uh, ik hou me daar niet helemaal strikt aan. Hmm. Uh, maar het hoeft ook niet. Maar... Een van de dingen die ontstaan, dus ook als je to-do-lijstjes hebt, is uh, boekenkast. Gaat erop staan. En dan, en dan krijg je bijvoorbeeld de term boekenkast kopen. Ja. En wat gebeurt er dan? Je kijkt naar je to-do-lijst. Je weet dat je het moet doen. Maar je voelt toch weerstand om het te doen. En waar komt dat dan vandaan? Nou, heel veel mensen uh, worden aangepraat dat ze. Uh, uh, hoe noem je dat? Procrastinators zijn. Wat is dat? Uitstelgedrag. Uitstelgedrag. Ja. Uh, je hebt een probleem. Er is iets mis met jou. Maar. Eigenlijk komt erop neer dat je gewoon je taak niet goed gedefinieerd hebt. Juist. Want een boekenkast kopen is niet een taak die je uitvoert. Onderzoeken welke boekenkast je moet hebben, of afmeten hoe lang de boekenkast mag zijn. Of uh, naar een winkel toe gaan. Of uh, met je vriendin of wat hebben, bespreken welke kleur boekenkast een je wil hebben. Busje regelen, zodat je de, een busje regelen die dat je de, ja. de meubels kan vervoeren van IKEA naar je huis. Dus die boekenkast Reedschap. kopen is een heel project ja. waar allerlei taken, kleinere taken aan vastzitten. En op het moment dat je het inderdaad op een juiste manier gaat duiden, zul je zien dat 80% van je uitstelgedrag ver gewoon ja. verdwijnt. Ja. Want je kijkt naar je, je, je to-do-lijst en je, je brein denkt niet, wacht, er zitten nog vijf stappen hiervoor nog, dus ik kom er hier niet aan. Je kan gewoon aan de slag met afmeten. Ja. En je kan die taken zo klein maken als jij nodig hebt. Ja, precies. En dat is het ding, weet je. Dus het brein... Uh, intuïtief is het denk ik heel intelligent en weet je dus al eigenlijk, uh, uh, als je niet zeg maar, beoefend bent in het duiden, dat er wel meer bij komt kijken. Daardoor ja. voel je die frictie. Uh, maar als je dat dus niet gaat adresseren en gaat duiden, dat is waar dus het uitstelgedrag uit voortkomt. Ja. En dat heeft dus naar mijn idee eigenlijk helemaal niet zoveel met luiheid uh, te maken. Of met, uh, nou ja... Oh, heel veel mensen heeft het niet met lui te maken. Ja, ja. ja, precies. Het moet gewoon gedefinieer, gedefinieerd worden. Wat is dit? En uh, daar zijn een paar, denk ik, onderverdelingen te maken... die ook nogmaals, denk ik, heel intuïtief zijn... Ja. maar die wel even ja, uitgesproken gedefinieerd kunnen worden. Um, namelijk, wat je zei, je hebt het verschil tussen een individuele taak en een project... Een project is inderdaad iets wat een bepaalde uitkomst heeft. Dus je hebt een soort doelstelling. Ik wil een nieuwe boekenkast in mijn woonkamer. Ja. En uh, uh, daar horen onderverdeeld taken bij. Um, maar je kunt jezelf ook afvragen, als het een taak is, uh, bijvoorbeeld, wanneer moet die taak plaatsvinden? Hm. Je hebt namelijk in sommige gevallen. Volgordes van taken. Hm. Bijvoorbeeld, je gaat niet een boekenkast uitzoeken op IKEA-website of in de winkel voordat je weet wat de maximale afmetingen zijn. Want anders loop je het risico dat die niet gaat passen en dan is het allemaal voor niks geweest. Hm. Dus um, het ordenen van de, de tijdsvolgorde hm. is, is ook iets dat uh, belangrijk is. Daarnaast zijn er vast ook projecten in je leven waar je samenwerkt met mensen. Dus je kunt jezelf ook heel vaak afvragen, ben ik wel degene die dit moet doen? Mm. Of kan ik het uh, uh, outsourcen? En als iedereen dat met elkaar doet, hopelijk komt er dan een situatie terecht waar iedereen hetgene doet waar die het meest ja, geschikt voor is, zeg maar qua ja. skills en, en passie, noem maar op. Dus dat zijn ook dingen uh, uh, die je daarin kunt overwegen. Uh, het, het definiëren van, van, van een taak en het boek. Getting Things Done legt het allemaal denk ik heel mooi uit. Mm. Want ik kan me voorstellen, als mensen dit nu zo luisteren of zien voor het eerst, dat ja. ze denken, oh, ik ben al een beetje de draad kwijt. Het helpt heel erg goed om een soort visueel schema bij te hebben. Uh, uh, en het zo uh, ja. Ja. overzichtelijk te kijken. Ik denk dat als we de stappen doorlopen en we gaan naar wat voorbeelden kijken. dat dan allemaal ja. een stuk wel wat duidelijker wordt. Ja, dat denk ik ook. Uh, ja. Maar we komen wel meteen al op een meningsverschil tussen jou en ik uit. Mm -hmm. Want uh, we gebruiken natuurlijk al jaren dit, uh, uh, dit systeem, beide. En we ja. zijn allebei. Uh, discipline. <laughs> van de meest uh, geweldige methode ooit. Um, maar we gebruiken het wel heel anders. En een van de corporate termen die we bedacht hebben. was het verschil tussen robuust en flexibel. Of minimaal. Je hebt een heel robuust systeem mm -hmm. en ik heb een heel minimaal systeem. Dus voor mij hangt ook een beetje met draadjes aan elkaar. En die van jou is één heel duidelijk, me met heel veel verschillende categorieën en manieren om je taken te ordenen. Die voor mij is veel simpeler. Um, uh, wat David Allen wel zegt, is de enige manier, <laughs> de enige, het enige wat je nodig hebt om, om een taak of iets anders uit je hoofd te zetten, dus daarmee ook dat je het ook makkelijk kan verwerken. Is een definitie van het project en de eerstvolgende taak die uitgevoerd moet worden. Ja. Dus die volledige ordening van, van stappen die gedaan moet worden, heb je niet per se nodig, zeker niet in het begin van GTD en het, zeker niet in het begin van simpele projecten, om, uh, uh, om het uit je hoofd te krijgen. Ja, ja. nee, dat is inderdaad iets uh, waar we toen een keer over gediscussieerd hebben. En ik weet niet eens of ik het daarmee uh, oneens ben, helemaal hoor. Maar uh, naar mijn idee is het wel zo. Als je toch al bezig bent met het definiëren van een project. en je weet toch al wat de stappen zijn mm. om het te doen. doe het dan allemaal in één keer. Mm. Omdat je in die zin, en dat is een groot onderdeel van de GTD ook, is. Uh, uh, je zit dan in een bepaalde context, laten we het zo zeggen. Je zit in een bepaalde modus waarin je <laughs> opereert. Uh, uh, waarin je <laughs> bezig bent om dus <laughs> zaken te duiden. <laughs> en, 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 en een cornerstone van de methode is ook dat je dus uh, idealitair zo min mogelijk heen en weer gaat wisselen tussen de context waar, waarin je verkeert. Ja. Uh, uh, bijvoorbeeld, um, ik denk dat iedereen uh, uh, die uh, nou ja, een baan heeft, uh, zou ik haast zo zeggen, wel te maken heeft met uh, telefoneren en, en e-mails. Ja. Um, nou ja, Denk eens bij jezelf na. Wat zou jou meer energie kosten? Is dat om... Uh, heen en weer te gaan... van belletje naar een mail tikken... en weer een belletje... en weer een mail tikken? Of is dat in één reeks... eigenlijk alle belletjes afwerken... en vervolgens in één reeks... alle e-mails afwerken? Als je ja. toch al aan de telefoon uh, zit... als je toch al aan het schrijven bent... weet je wel? Ja. En voor mij is het... Van projecten evengoed een, een context. Ja. Wat wel zo is, is dat je gewoon niet altijd weet wat er op je afkomt. Ja. Hè, dus je moet nooit rigide zijn en denken: wat ik nu heb gedefinieerd, dat is hoe het is. Want dan loop je bewijs van in dezelfde valkuil haast als wanneer je wat je eerst zei. Uh, een kalender maakt met dit ga ik precies doen om negen uur op woensdag. Ja. En, uh, en, en op vrijdagavond, om half zeven, ga ik uh, reis met pepernoten maken. voor, uh, voor avondeten. Reis met avondeten. <laughs> Weet je wel, ja, dat, dat werkt gewoon niet. Ja, nee, uh, het komt ook weer neer op eigenlijk weer een van de belangrijke onderdelen is. definieer zoveel. Zo, verduidelijk zoveel je nodig hebt om het los te laten. En als dat één taak is, dan ben je klaar. Als dat vijf taken zijn. Dan ben je ook klaar. Mm -hmm. En dat is het feit aan, aan het geheel. Is, je kan werken met je eigen intuïtie. Uh, en niet, je hoeft geen stap... Je loopt wel een stappenplan af. Of een uh, checklist af. Maar het is, die checklist bepaal je aan de hand van je eigen intuïtie. En wat je nodig hebt mm -hmm. om het geheel los te laten. Ja, dat is inderdaad ook een ding... dat mensen soms als kritiekpunt hebben op... niet alleen GTD, maar gewoon... Ja, maar systeem in het algemeen. Wat je eerst ook zei, dat een soort OCD... een soort obsessieve... Uh, uh, Beperkte kijk op de wereld uit voortkomt. Van mm. alles moet zo. Ja. En dat is helemaal niet zo. Het is juist het omgekeerde. Je geeft juist ruimte om je intuïtie op volle kracht te laten werken, ja. omdat het in de juiste banen wordt geleid. Ja. ja, we hebben stap 1 gehad, we hebben stap 2 gehad. We hebben ja. uh, vangen, verduidelijken. Ja. Stap 3 is uh, organiseren. Ja. Dus uh, uh, wanneer je eenmaal hebt uh, uh, verduidelijkt wat iets is, hè, een, een taak. Oh, sorry, wat, laat, nog één ding ja. om te verduidelijken. Uh, um, dus, dus, boekenkast kopen is geen taak. Uh, maar, uh, laten we zeggen, uh, tv-stuk is ook geen taak. Wat wel een taak is, is iets met een werkwoord. Ja. Dus, de manier waarop je dingen schrijft is ook heel belangrijk. Ja. Um, en een van de tips is, is om te kijken: is, is een project is een is, dat schrijf je als een gewenste uitkomst, dus hoe de situatie eruit gaat zien. En een taak schrijf je eigenlijk altijd met een werkwoord erin. Ja. Uh, absoluut. Alleen wil je wel dat het een werkwoord is wat je daadwerkelijk kan uitvoeren. Dus uh, dissertatie schrijven, dat is geen taak, dat is een project. Mm. Want je schrijft geen dissertatie. Wat je doet is je leest je literatuur verbetert het commentaar van je professor, je schrijft je inleiding. Dat, dat zijn de taken ja, die je uitvoert. Ja, als het gaat om taken is denk ik het advies, ga zoveel mogelijk terug naar de kern. Ja. Zeg maar als een ui probeert af te pellen, totdat wat er overblijft is hetgeen wat je echt jezelf ziet doen. Ja, inderdaad. Ja, precies, precies. Uh, maak, het zo klein mogelijk, maak het zo klein als je nodig hebt om gewoon aan de slag te gaan. Ja. Organiseren. Ja, daar hebben we het eigenlijk een beetje al over gehad met het uh, indelen in projecten. Uh, 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 want dan, maar, maar er komt veel, veel meer bij kijken. Dus je hebt uh, met het organiseren komt het erop neer dat je alles een juist plekje geeft. Ja, dus je hebt eigenlijk nu gewoon op dit punt heb je één lange lijst van taken en projecten. Ja, zo, zo, zo zou je ja. het kunnen zien inderdaad. Ja. Dus uh, organiseren officieel is dat dus inclusief inderdaad het taken uh, Combineren om een project te vormen, et cetera. Maar er zijn ook andere manieren om ja, die stimuli die binnenkomen uiteindelijk een plek te geven. Want wat is iets geen, uh, dat als iets geen actie vereist? Ja. Stel bijvoorbeeld: je hebt een artikel gelezen, uh, dat heb je al gelezen ja. en je wilt het bewaren om later te lezen, om te delen met mensen. Als je merkt, hey, zij hebben een vraag gesteld over dit onderwerp. En, nou ja, misschien een recept. Hé, hoe maak ik babi panggang? En, ja, ik heb dat recept opgeslagen. Nou, dan zoek ik in mijn systeem babi pangang recept. En dan kan ik hen zo het artikel opsturen... zonder dat ik helemaal opnieuw hoef te googlen... of in een tijdschrift te vroeten waar het ook alweer was, weet je wel. Of je hebt een babi Pangang recept gemaakt... en je wacht op feedback van je redacteur... Dat is iets wat niet in een to-do-lijst past. Maar het is wel iets wat. aan je, je aandacht vraagt. Uh, nou ja, dat is een interessante. Kijk, wat ik net benoemde. En nu gaan we dus echt geeken. Uh, ja. Zoals we <laughs> hadden aangekondigd. Maar het voorbeeld wat ik net noemde. is iets wat je dan als referentiemateriaal opslaat. Ja. Dat gaat dus echt op die harde schijf. Uh, ja. bij wijze van. Uh, wat jij nu zegt, is iets waar je uh, eigenlijk wacht op de actie van iemand anders. Ja. En dat is inderdaad ook een manier om te duiden. Als dus niet jij degene bent die die actie hoeft te ondernemen. Maar het is wel een actie die vereist is om het project of waar, waar het ook bij hoort voor te trekken. Ja. En in dat geval organiseer je het als een uh, wachtend op item. Een losse uh, actie waarvan jij niet de uitvoerder bent, ja. maar die je wel in beeld wilt hebben. Waarom? Omdat uh, je wilt weten wat je eigenlijk te goed hebt van anderen. Hmm. Weet je wel, daar komt het eigenlijk op neer. En uh, als je dus uh, regelmatig reflecteert, teaser, daar gaan we zo uh, diep op in. Maar dan uh, uh, zie je al, hey, uh, nou ja, uh, Hans van der Grutte heeft zijn factuur nog niet betaald. Bij wijze van, of, yeah. uh, nou ja, ik wacht inderdaad nog op feedback van mijn tante op mijn Bao recept. Want dat had ze beloofd te geven voor zaterdag en nu is het zondag. Yeah. Bij wijze van, ja. Yeah. Uh... En het punt is niet zozeer uh, uh, dat dit iets is wat je inderdaad moet doen. Dus uh, heel veel mensen vragen zich dan ook af van uh, waarom zou ik het moeten opschrijven, want dat hoef ik niet. Waar het gaat is, dat het iets is wat je aandacht vraagt. Dus je, het lekt gewoon energie weg van de dingen waar je eigenlijk mee bezig wil zijn. En op het moment dat je op een wachtlijst hebt staan, hoef je daar niet meer over na te denken. Mm -hmm. Op je wekelijkse reflectiemoment kom je het gewoon weer tegen. Je bent het gewoon vergeten, je komt het weer tegen, en dan kun je afvragen. Moet ik deze persoon een reminder sturen? Nee? Ja? Is het nodig? Wil ik het misschien gewoon laten vallen? Is het een lead die ik al vijf keer benaderd heb... die eigenlijk niet meer reageert op wat ik te zeggen ja. heb? En, en vind, ik, vind, ik tijd dat, vind ik het tijd om te laten vallen? Uh, maar dan hoef je er dus niet over na te denken. Dan is dat een lek ja. van je energie die je die nou, gestopt het, hebt. Het mooie wat je hier net eigenlijk deed... wat je demonstreerde, was heel snel het hele proces van het duiden... Dus in dit geval, waar je het op een uh, waiting for-lijstje zag, uh, 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 ging je heel snel door het hele proces. Als waar het iets is dat opnieuw op je inbox terechtkomt. Want dat is in feite wat er dan weer gebeurt. Mm. Uh, 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 en dat is ook wat je doet met het uh, reflecteren. En dat is dus ook de vierde stap. Maar ik weet niet of jij nog iets kwijt wilde over het organiseren. Uh, ja, het organiseren is. is ik denk wel dat ik wel iets over kwijt wil. Want wat je eigenlijk doet, is je. Je hebt dus deze lange lijst van uh, taken, projecten, referentiemateriaal of dingen waar je misschien op moet wachten. En met het organiseren verdeel je dat weer in kleinere lijstjes. Daar komt het op neer. Ja. En die lijstjes, dat is denk ik ook wel een van de moeilijkste dingen om je te wrap your head around in GTD. Want je organiseert het niet op projectbasis, je organiseert het op contextbasis. Ja. En dit is ook meteen, Dat is een van de meest briljante dingen van GTD. Maar ook een van de dingen, zeker als je het boek leest, wat, dat je. Ja, en je kan zien dat het best wel op sommige vlakken outdated is. Want je hebt één, dus je hebt je contexten, je hebt je, laten we zeggen, je hebt je thuiscontext. Dat zijn alle dingen waar je alleen maar hoeft aan te denken als je thuis bent. Dus als je op kantoor bent, heb je hier niks aan. Dit ja, je, je kan niet, het toch niet doen. Ja, dit wil je niet zien. Ja. Je hebt je bellijst uh, en dan heb je uh, in de legacy GTD, heb je je computerlijst. Ja. Nou ja, tegenwoordig doen we eigenlijk alles op onze laptop. Ja. Uh, en sterker nog, we hebben er ook, ook nog een telefoon erbij die heel veel kan overnemen. Ja. En we werken heel veel thuis. Dus, het is allemaal een beetje samengesmolten. Inderdaad. Ja, dus een beetje samengesmolten. Ja. Maar dat is een van de dingen die mensen echt voor zichzelf moeten gaan uitzoeken. Wat zijn de contexten die voor mij belangrijk zijn? En ook nog eens wanneer er een nieuwe context opstijgt, uh, Absoluut. opkomt. Als of weer weggaat, van de weggaat inderdaad. Ja. Uh, dus Als ja. je op reis bent, komt er vaak een context van je, van je reis omhoog. Tenminste bij mij. Ja. terecht. Ja. Maar wat je dus in het organiseren doet, je, 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 je verdeelt het weer in kleinere lijstjes, zodat je nog geconcentreerd alleen maar zie, kijkt naar de dingen die op dat moment voor jou relevant zijn. Ben je aan het bellen? Je bellijst. Ja. Ben je op kantoor? Je kantoorlijst. Ben je thuis? Je thuis. Ben je je boodschappenlijst? Dingen die je doet als je onderweg bent. Ja. Ja. Uh, je leeslijst. En dat is het geinige. Mensen hebben dus in zekere zin wel al uh, affiniteit met het systeem. Want een boodschappenlijst is inderdaad een perfect voorbeeld ja. van een soort uh, ja, project support material of wat dan ook. Uh, uh, ja, dat is iets. Je opent hem wanneer je boodschappen doet in de supermarkt en, nooit, en, en niet anders. Je maakt hem misschien thuis en zo. Maar uh, uh, dat is echt een perfect voorbeeld. Nou, stel je voor dat je boodschappenlijstjesachtige uh, ondersteuning hebt met alles wat je doet. Ja. En dat is inderdaad een beetje het, het, het idee. Het, het maakt het allemaal veel sterker. En hier komt nog een voorbeeld om het verschil aan te duiden... tussen, tussen andere vormen van organiseren en GTD. In, GTD, in al andere vormen van organiseren, als in je hoofd opkomt... oh, ik moet uh, nog uh, prijken kopen. En je hebt je telefoon niet bij je of je hebt je, notitie, je hebt je boodschappenlijstje niet bij je... of dat nou digitaal of fysiek is of whatever... kun je er niks mee, moet je, die in, je in je hoofd houden. GTD zegt nee, je kan dat gewoon opschrijven... maakt je niet uit waar het is, want je organiseert gewoon alles in je inbox. En je inbox is gewoon iets wat je altijd bij je hebt... waar je alles op kan schrijven. Dus daar kan je opschrijven, klanten betalen, prijkopen. Uh, boek schrijven. Boek schrijven. Wat er ook in je opkomt. Wat er ook ja. in je opkomt. En op je verduidelijking- en organisatiemomenten... ga je dat verduidelijken en organiseren ja, op je plekken. Dat, plek dat is we... het moment wanneer je pas waarde toekent... en betekenis ja. toekent aan datgene wat je allemaal opgeschreven hebt. En dat is ook een dingetje. Kijk, Je hoeft je niet... Te schamen of je hoeft je niet te raar te voelen over wat er ook op die lijst komt te staan. Want het feit dat je op een lijst zet, betekent nog niet gelijk dat dat ook iets is wat je echt gaat doen of hm. wat je überhaupt serieus neemt. Ja. Maar als het ook maar een, een, een hint heeft van hé, uh, uh, hey, uh, dit heeft mijn aandacht toch wel gepakt en dat weet je, dat is gewoon intuïtief weten wij wanneer dat gebeurt, ja. uh, uh, omdat het toch een beetje extra opvalt in je brein bij wijze van het blijft hangen. Uh, dat is het moment om het vast te leggen, inderdaad. Ja. En wat je zei over context, is dus denk ik ook uh, uh, ja, gewoon extreem terecht. Um, context zijn, en daar komen we weer met de buzzwords, dynamisch <laughs> en, uh, en persoonlijk. <laughs> ja. Dus ze dus zijn niet uh, uh, dat je ze bepaalt van, nou, dit zijn de verschillende zeg maar, modussen waarin ik uh, opereer, en uh, that's it. Ja. Uh, en uh, ze zijn... Uh, ook niet inderdaad wat David Allen in, in, in zijn boek zegt. En dat moet ik maar, maar volgen. Ja. Uh, ze kunnen altijd veranderen op basis van je leefsituatie. Uh, een andere baan waarin je nieuwe gereedschappen gebruikt. Nieuwe software. Dat is een nieuwe context. En dat ja. is dus hoe ik het ook heb uh, aangevlogen. Uh, omdat ik ook herkende op een gegeven moment. Ja, wacht eens even. Ik doe inderdaad alles voor mijn digitale werk op mijn laptop. Ja. Dus hoe ga ik daarbinnen nog onderscheid maken? Wat er eigenlijk wel is. Ja. Hè? Dus ik heb toen gekozen om uh, alle tools die ik regelmatig gebruik, uh, HubSpot bijvoorbeeld als uh, software zijnde, uh, Photoshop bijvoorbeeld, uh, video-editing in jouw geval, in ons geval, want dat doen we inmiddels allebei ja. Uh, regelmatig. Ja, daar kun je dus uh, binnen het laptopapparaat alsnog vers uh, uh, verschillende contexten ja. aanbrengen. Want ja, als je op één moment een video edit. Uh, en, en daarna uh, een CRM uh, bijwerkt. Dat zijn totaal verschillende dingen. Ja, op een diepe niveau is dit leren om niet jouw, uh, jouw uh, laat zeggen, leven te organiseren aan de hand van wat in een boek staat. Of aan de hand van hoe jouw apparaten om je heen gevormd zijn. Maar om je apparaat te vormen naar hoe jij uh, 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 in jouw hoofd dingen georganiseerd hebt. Ja. Dus in je hoofd heb je het verschil gemaakt tussen Photoshop, uh, videobewerking en uh, HubSpot. Dat zijn drie verschillende do domeinen voor jou. Ja. Dus, daarmee, dus je, je verandert je systemen daarnaar in plaats van andersom. Dat is ja. nog een keer terugkomend op wat ik in het begin zei. Op het moment dat je een to-do-app downloadt en die jou belooft dat je daarmee productief gaat worden. Gaat er niet gebeuren, want je hebt nog niet zelf onderzocht hoe het de beste manier is voor jou om aan de slag te gaan met, ja. met dingen. Dus je, je wordt eigenlijk weer slaaf van, de, van ja. een systeem die niet, die niet per se kan wel jou dient. Ja, als het zo is zonder dat je erover nadenkt, dan is het een toevalstreffer bij wijze van uh, ja. zou je haast kunnen zeggen. ja. En dat is wel een goede. En, en uh, dat hele punt maakt ook dat er niet één. Manier is om GTD toe te passen. Het is een soort plattegrond meer van ja. een, 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 een methode. Maar hoe je dat uitvoert, of het nou ja, pen of papier is, uh, die software of die software, op mijn eigen YouTube kanaal, uh, wat ik dit jaar ben gestart, heb ik uh, ja, een hele serie gemaakt van hoe je GTD kan toepassen in tal van verschillende softwares. Uh, van die er echt voor gebouwd is, tot software die, waarvan je afhankelijk zou denken dat is helemaal niet daarvoor geschikt. En, en toch wel, want ja, het gaat om je persoonlijke voorkeuren, wat goed werkt voor jou. Mm. Dat is wat uitmaakt. Jouw contexten, dat is wat uitmaakt. Niet ja. wat uh, het boek zegt of wat een, een of andere goeroe zegt, <laughs> want dit is de beste tool. Ja. En, en veel mensen, en dat merk ik ook aan de reacties die je krijgt op dat kanaal en de video's die ik daar publiceer, dat ze heel vaak vragen: Joh, wat is de beste tool? Uh, ja. Dat is de tool die het beste voor jou werkt. Dat kan ik niet voor jou invullen, want iedereen is echt. Iedereen is anders. Ja, ja, ja heel nice. Heel nice. Ja. Um, moeten we bij het organiseren het ook over verschillende horizons hebben? Ja, goed. Hoort dat bij? Ja, ja weet je, het hoort allemaal bij elkaar. We hoeven niet vast uh, nee, te ik, houden ik was, aan de, of, de stappen. Nee, ik was even. Want ik werk aan mijn horizons wanneer ik mijn reviews doe. Dus ik weet ja, niet precies. of dat. Nou, we kunnen wel even snel overgaan ja. op de reviews, want dat is eigenlijk helemaal niet zo spannend. Wat je daar doet is een check-in met jezelf en met je systeem om alles te updaten. Zijn ja. alle taken die uh, uh, al voldaan zijn ook afgevinkt? Uh -huh. Zijn alle nieuwe taken die uh, bijvoorbeeld om een project voor te krijgen ook al zodanig gedefinieerd? Uh -huh. uh, zijn projecten als geheel nog uh, relevant? Of niet? Mm. Weet je wel, dus je stelt jezelf bij dat soort uh, check-in momenten. waarin je reflecteert. dit soort vragen. zijn een heel belangrijke context vergeten. Een heel belangrijk context. Dit niet nu lijst. Ja. ja, nou ja, oké. Okay. Zeker. Nou, voor mij is die best wel belangrijk. Want... Ja, voor mij ook. Mm. Ja. <laughs> nou, daar gooi je natuurlijk alles in. Ja. Dus, dus ja, dit... het is niet een, een context. Als we, als we heel uh, kieskeurig gaan geeken over, over definities. Uh, omdat het niet iets is überhaupt wat, wat actie uh, vereist. Hè? Dat is eigenlijk, het is gewoon een aparte lijst. De niet-nu-lijst is een lijst... waarin je zaken vastlegt... Uh, die later wel... eventueel je aandacht vereist. Ja, dus de originele okay. naam is ook... Okay. Een someday maybe, uh, ja, lijst. de someday-maybe-lijst. De niet-nu-misschien-lijst, ja. Precies. En dus uh, de naam geeft het al een beetje weg. Uh, je hebt jezelf nog niet volledig gecommitteerd... aan het doen of wat het ook is wat er staat... Uh, maar je wilt het ook niet vergeten. Ja. Dus het is een soort limbo eigenlijk. Een ja. soort limbo-lijst. Het ja. is ook een best gevaarlijke Bijvoorbeeld, lijst. Bijvoorbeeld uh, wereldreis. Bijvoorbeeld, zeker. Ja. Ja. ja, absoluut. Maar het is een gevaarlijke li reis, lijst. Want, want uh, het is ook verleidelijk om zaken daarin gewoon weg te gooien. <laughs> ja. En elke keer dat je weer nieuw kijkt, ja, staat prima daar in die <laughs> lijst. <laughs> ja, ja, Uitstellen. Ja, ja. Ja, ja. Het is een soort van cheatlijst. Dus als je met Vinners uh, een cheat day hebt, ja, is het een soort bijna van cheatlijst. Ja, mijn niet-nieuw-lijst is echt een, gewoon een afvalbak. Gewoon mm. Van alles wat ik ooit bedacht heb. Mm. Heel soms gaat er iets uit. Heel soms. Mm. Maar meestal komt er alleen maar dingen bij. En eigenlijk ben ik daar wel tevreden mee. Oké. Okay. Want er, er, er spoken gewoon altijd heel veel dingen door mijn hoofd. Ja. En die komen en die gaan en die komen en die gaan. En dan kom ik iets tegen en dan komt het weer omhoog. En dan denk ik van, hmm, mm, toch misschien wel. En door gewoon dat als een soort van afvalbak te, 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 uh, ja. te behandelen... waar gewoon alles in kan, zelfs ongedefinieerde dingen... Ja. Uh, kan ik het toch wel wat meer loslaten. Ja, ja hoe, ik het, uh, hoe ik die lijst beschouw, is eigenlijk een, uh, een inbox... met items die voor onbepaalde tijd daar mogen blijven hangen. Ja. Omdat ik dat zo bepaald ben. En, en soms kan het zijn dat daar ook... heel goed geduide items in voorkomen. Misschien dat je een lopend project... toch uh, besluit uit te stellen. En um, uh, 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 dan, dan kun je het prima zo laten... zoals het er staat. Dan heb je eigenlijk al de vergaren... en duide stappen doorgelopen. Maar toch besluit je... Hey, het is niet meer relevant... Uh, ik zeg niet nooit, maar ik zeg ook niet in de korte termijn. Dus dat is een heel persoonlijke ja. afweging die je altijd moet maken met deze lijst. Uh, en ja, dat plus het risico dat je dus dat inderdaad als een uh, echt een afvalbak... Uh, die, die, die verder nooit ja, omgezet wordt tot, tot waardevolle acties. Dat is, dat is denk ik het risico. Dus als je er goed bij voelt, nou perfect, weet je, top... Uh, uh, maar blijven wel serieus naar kijken, geregel geregeld. Mm -hmm. uh, dat is dus iets wat je. Uh, ja, je kan het doen wanneer je wilt, weet je, hoe cares. Maar uh, ik vind het wel fijn om daar een routine in te hebben. Dus uh, wat een, een sterk onderdeel van de methode is, dat heet de weekly review, de, mm -hmm. de, de wekelijkse terugblik. En dan ga je dus eigenlijk met alle facetten van je systeem uh, inchecken, wat dat ook is. Welke software, pen en papier, maakt allemaal niet uit. Onderdeel daarvan is ook inderdaad. Kijk naar die niet nu lijst. En bepaal um, is wat hier staat, uh, misschien inmiddels wel relevant uh, geworden om het nu te doen, mm -hmm. kunnen we het eruit plukken. Dus ik probeer er altijd heel opportunistisch naar te kijken. En uh, uh, op die manier ja, komen wel eens dingen eruit waarvan ik denk, ja, nu is de tijd aangekomen, aangebroken. Ja. Ja. Bijvoorbeeld zelfs, ja, misschien heb je een lijst van dingen die je wilt. Uh, Aankopen. Hè? En uh, is het maar even wachten totdat je inkomen verhoogt, dus zodat je daartoe in staat bent? En je van, weet niet wanneer dat ja. gebeurt, maar. Een lijst van boeken die je wilt lezen. Een leeslijst van, van films die je wilt ja. kijken. Ja, een leeslijst Plekken die je wilt bezoeken. Ja. Dat zijn allemaal heel goede, niet-nu-lijsten. Ja. Want daar hoef je niet aan te denken op het moment dat je een nieuw boek gaat kopen, of op het moment dat je op de bank zit, of op het moment dat je daadwerkelijk een reis gaat boeken. Dan hoef je eigenlijk pas aan die lijsten te ja, denken. En dan heb je dus al die ideeën al opgeslagen. En dan kun je veel makkelijker dat, ja, daar een keuze in maken. Dus uh, ja, het, het uitgesteld, opvangen en uh, daarna duiden, dat is echt uh, <laughs> goddelijk. Ja, het is zo goed. Uh, wat doen we nog meer bij de review? We gaan natuurlijk in de review. Heb je dus, je hebt, je hebt de, laatst, ik doe het elke week. En ja. over het algemeen uh, doen de meeste mensen, denk ik, elke week. Vrijdag, heel fijn moment. Je keert het weekend in met een leeg hoofd. Dat mm. is echt plezierig. Mm. Ik heb het ooit een keer met een uh, maat van mij gedaan. G GTD, om, ik wil hem aan de, aan de, eraan helpen. Het is een wow. heel dag bezig geweest om eigenlijk alles in zijn hoofd leeg te maken. Alle ideeën dat hij had, alle dingen die hij zou moeten uitvoeren. Alle dingen die opkwamen, van ja, maar dat kan ik nu niet doen, want dat moet dan, ja. Dat, dat schrijf je alsnog op. Ja, uh, ja dat is wel een goede dat je zegt. In om ook even uh, ni mensen niet bang te maken of zo. Uh, het duurt een dag, wat je zegt. Het duurt een dag, ja, als je het nog nooit gedaan hebt, omdat ja. je gewoon een totaal uh, gigantische lijst al die tijd in je hoofd hebt uh, behouden. Dus ja. het, het toont eigenlijk alleen maar aan hoe belangrijk het is. Maar het zal niet altijd een dag duren. Nee, nee niet altijd. Zeker als je niet, als je al zelf een goede capture ja. uh, mechanisme hebt. Mechanisme ja. hebt en dat hebben veel mensen wel gewoon. Ja. Uh, maar die zei dus op een gegeven moment: dit is eigenlijk de eerste weekend die ik een jaar heb gehad. Zo, dat zijn. Uh... Ik weet niet of ze jaren zijn, lange tijd zijn ja. in ieder geval wel, maar ja, dat, dat zijn, is, uh, dat is gewoon hoe het werkt. Dan ja. hoef je niet aan dingen te denken. Um, hm. Waar waren we? Uh, uh, ja, de review. De review. Ja. Uh, dus je, je, hebt de, je, je hebt je GDD lijsten je hebt je context, je hebt de hele week gewerkt, maar toch ontstaat er chaos. Dat is gewoon hoe het werkt. Ja. Je hebt je inbox en je inbox is net zo goed gewoon een lijst waarin je dingen gewoon invangt. Die staat vol met allemaal dingen. Uh, je projecten hebben dingen afgekaderd of zijn veranderd of er zijn nieuwe dingen opgekomen. Een aantal dingen waar je op aan het wachten was, is binnengekomen. Dus je, je geheel klopt gewoon niet meer. Uh, en dan zul je ook merken, ik in ieder geval, dat je gewoon weer wat, toch wat drommeliger in je hoofd bent. Omdat je toch wat meer dingen in je hoofd aan het vasthouden bent. En dan ga je beginnen in je review. Wat doe je? Je maakt je inbox leeg. Uh, je gaat door al je projecten heen. Uh, je gaat door je kalender heen. Week geleden, week, 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 week vooruit. Doe tegenwoordig trouwens twee weken vooruit. Je gaat naar je WhatsApp-lijsten. Je gaat naar je e-mail. Je gaat naar, uh, naar alle papieren die in je tas en dergelijke liggen. Je gaat eigenlijk wel alles weer. Deze, al die stappen wat we beschreven hebben, ga je opnieuw doen. En dan zul je zien dat het je maar een uur of twee kost. Vaak minder zelfs. Ligt eraan hoeveel je hebt. En. Je maakt alles weer in orde. Je, je maakt je hoofd weer volledig leeg. En zet alles weer op papier. Ja. En de eerste paar keer dat ik dat deed, Ik merkte gewoon dat ik gewoon. Ontspan. On ontspande. Ja. Gewoon alles was uit mijn hoofd. En ik ging gewoon ook even zitten. <laughs> is er. Swan, is er niet iets. waar ik aan zou moeten denken? Ja. Het <laughs> is dus vreemd toch van. Oh nee, dat heb ik al beschreven. Huh? Oh nee, dat, dat is al weg. Oh, even achteroverleunen. Ja, ik, uh, het, het is uh, beter dan menig uh, drugs of uh, <laughs> meditatie of andere ontspanningstechnieken of middelen. Want uh, ja, wat al die zaken ook zijn, ze nemen niet de noodzaak weg om inderdaad je hoofd. Ze, ze maken je hoofd niet leeg. Ze maken je, je hoofd niet leeg. Alcohol ja. of zo. Ja, het kan je verdoven. Mhm. Mm dat je het niet meer eventjes niet ziet, maar het maakt het niet leeg. En dat ja. is toch echt een next-level ervaring die ja. ik iedereen zou willen toewensen. De meditatie is al te geel, het geheel, maakt het niet leeg. Nee, het, 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 het is een soort verkenning van wat er is. Ja. Uh, uh, en, en dat ga je dan eventjes gewoon aanschouwen zonder het te veroordelen. En het is een fantastisch, meditatie is geweldig, don't get me wrong, maar uh, ja, het leegmaken op die manier is zo cruciaal. En uh, daaraan zou ik ook willen toevoegen dat. Uh, ook die inboxen, yeah. net als die context, die zijn heel persoonlijk. En het is belangrijk dat oh, het ja, in ja. je systeem uiteindelijk op één plek in wezen terechtkomt, dat je het als een soort uh, trechter ziet, die uh, breed begint en allemaal ja kutzooi uh, <laughs> uh, uh, kom, komt er allemaal bij in. Je hebt je LinkedIn, je hebt je LinkedIn, je hebt je WhatsApp, je hebt je Instagram, je hebt je Facebook Messenger, je hebt uh, je e-mails, je hebt je gemiste belletjes, je hebt je voicemail, je hebt je post, je hebt papiertjes in je broek, je hebt dingen in je tas. Je hebt, uh, je hebt een, uh, een afstandsbediening waarvan de batterij leeg is, die je daar hebt neergelegd zodat je daar later uh, 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 aan kan denken. Dus een soort ja. fysieke in-tray ja. uh, uh, met dingen die je op die manier kunt uh, uh, verwerken. Dus dat is inderdaad het punt. Uh, wees bewust van welke inboxen jij hebt en maak ze allemaal leeg. Dat is best wel cruciaal. En dat ja. is best wel uh, moeilijk soms om uh, vanaf het begin scherp te krijgen. En dat is ook helemaal niet erg. Het is echt iets waarin je constant ja, probeert ja. te verbeteren. Uh, we had, hadden dat daar laatst nog over. Ja, ik heb een maand geleden ontdekt dat een WhatsApp een inbox is. Ja. Ja. En dat, uh, 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 dat je dat dus leeg kan maken. En het mooie is aan dit voorbeeld is dus hoe, hoe je soms gewoon nog dingen kan ontdekken. Ik had alle bouwblokken om te zien dat WhatsApp een inbox was, maar ik had gewoon niet link gemaakt tussen alles. Dus een van de problemen met WhatsApp is... Misschien wel het grootste probleem van WhatsApp... is dat als je een bericht binnenkrijgt, komt die bovenaan. Als je hem leest, is het, uh, is het gewoon weer uh, weg. In principe, dus het is er nog, maar het, is de, het, het, het bolletje is weg. Yeah. En elke nieuw bericht wat, wat aankomt, gaat weer bovenaan. Ja, het is een soort uh, first in... First in, first nou, niet out, first out, uh, maar het, het, het komt inderdaad op basis van wanneer het binnenkomt, ja, en niet op ja. basis van hoe belangrijk het is. Ja. Ja. En wat dat, waar dat toe leidt, als je honderden en honderden berichten en uh, groepen hebt door uh, de jaren heen opgebouwd, mm. is dat er gewoon heel veel dingen poef, wegvallen. Uh, je ziet het niet terug. Mm. Um, dus het verdwijnt. Daarnaast kun je gesprekken en berichten archiveren in WhatsApp. Dus ik had het probleem. Ik had de oplossing. Ik had nog niet bedacht dat, dat die twee samenbrengen. De of uh, de, de feature had ik, sorry. Niet de oplossing. Dan had ik bedacht dat die twee dingen samen de oplossing waren. Wat doe jij met WhatsApp? Nu tegenwoordig ik ook. Jij archiveert al je gesprekken waar je klaar mee bent. Ja. Het is niet weg. Nee. Het komt terug wanneer iemand tegen je praat. Ja. En alles wat dus niet gearchiveerd is, is iets dus iets waarvan je weet dat je er nog iets mee moet. Of antwoord geven, of negeren, kan ja. ook. En negeren is ook een antwoord. Uh, stel je voor, iemand heeft je een bericht gestuurd na drie dagen denk je, nou, nah, laat maar, kan, dat is jouw keuze. Um, dus je hebt je inbox, kun je gewoon leegmaken in WhatsApp. Absoluut, en, dat is, en, en het grappige is dat die functie gewoon frontaal aanwezig is in ieder... Uh, WhatsApp scherm. Het is niet een verborgen geek functie of zo. Het is gewoon dat symbooltje, dat vierkantje met een dingetje, ik weet ook niet waarom. Ja, het is een soort fysiek archief, moet het Ja, ik denk ik. En dan kun je gesprekken selecteren en uit je visie, uit je zichtveld laten verdwijnen zonder ja. dat het de gesprekken verwijdert. En dus dat deed ik vroeger wel eens. En ja, dan, dan is het een soort uh, uh, scorched earth uh, after. <laughs> <achter de manier. laughs> weet je wel, uh, we maken het helemaal kapot uh, gewoon <laughs> helemaal weg ermee. Ja. Maar dan verlies je ook uh, de historie, die misschien soms uh, ja, belangrijk is. Ja, je verliest die historie inderdaad. En nog belangrijker, dus je hebt inzicht in waar je nog iets mee moet. Ja. Dat is voor mij het belangrijkste. Welke gesprekken, waar moet ik nog ergens op reageren, wat is nog niet afgesloten? En uh, het eerste wat ik zei was: wacht, maar wat als ik, uh, uh, wat als ik uh, de naam van een uh, groep vergeet en ik wil daar iets op zeggen? Dus van ja, dus, maar als je dus de naam van een groep niet meer weet, dan was het blijkbaar niet belangrijk genoeg. Nee. Van mentaliteit krijg je van, die, van al die gesprekken en, dan en nog, je kunt, Je kunt je gearchiveerde lijst openen om het niet qua recall, maar qua recognition, qua herkenning, alsnog te vinden, mocht het nodig ja. zijn. Ja. Dus het is in die zin een. Uh, dus inbox zero voor WhatsApp? Ja, inbox zero voor WhatsApp, ja. Het is heel prettig. En ja. Misschien weet niet iedereen wat we bedoelen met inbox zero, maar voor e-mail nee. is dat ook super handig. Uh, voor e-mail is het misschien nog wat dan van WhatsApp. Ik vind het allemaal even belangrijk. Uh, Inbox Zero is uh, inderdaad een, uh, nou ja, misschien wel voor zich sprekende, maar toch uh, goed om te duiden. Ja, uh, een idee dat zegt, ja, maak die inboxen leeg. Nou, daar hebben we het eigenlijk al de hele tijd over gehad. Maar ook los van GTD aan uh, zich is dat een vrij bekend idee. Ja. Uh, waar ik het vaak tekort vind schieten, althans hoe mensen het interpreteren, is dat het alsof het alleen maar toepassing heeft op je e-mail. Mm. En ja, e-mail is inderdaad superbelangrijk. Uh, veel mensen is het gewoon ja, essentieel onderdeel van communicatie voor werk. Dat moet je op orde hebben, anders kom je in de problemen. Um, maar dat geldt net zo goed voor WhatsApp, uh, in mijn, in mijn uh, interpretatie, of net zo goed voor al die andere inboxen waar we het net over hadden. En daar heb ik ook een uh, video over op, op mijn. Uh, kanaal om precies dat onderwerp uit te lichten... van, uh, nou wat zijn tien inboxen? En dat noem ik inderdaad wat jij net ook uh, doorheen ging. Uh, maar wil ik ook de, de, de kijkers uitdagen om na te denken... wat zijn jouw inboxen? Want misschien zit er nog veel meer bij... dat misschien niet in eerste instantie zo voor zich spreekt. Hmm. Dus dat is een uh, ja, belangrijk ja, punt van het, die, die eerste stap... Het, ja. het, het, het opvangen van dingen. Wat zijn... Wat zijn Plekken waar ja. dingen staan die jouw aandacht vereisen, ja. Maar die zo rommelig zijn dat je eigenlijk er expres van wegkijkt, omdat je daar niet mee opgezadeld wil worden. Of ja. erg nog dingen mist die heel belangrijk zijn. Ja. Ja. Of wanneer je er wel in zit, heel veel energie van je vragen ja. om precies te pakken, te, 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 te vinden wat je nodig precies. hebt. Precies. Dus je wilt. Hè, en, en dit is denk ik een mooie uh, brug naar uh, waar uh, dit hele. Het allemaal om gaat is het wegnemen van frictie. Mm. Het makkelijk maken om het juiste te doen op het juiste moment. Volgens je eigen definitie. Volgens je eigen definitie natuurlijk, ja. zeker. Uh, 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 maar vaak zul je zien dat dat ook gewoon wordt ervaren door de buitenwereld als het, het juist van, oh, hij veel, is veel productiever geworden. Ja. Hoe kan dat nou? Hé, hey, je bent echt veranderd in bepaalde opzichten. Het kan echt heel uh, bijzondere. Fundamentele ja, uh, ontwikkelingen teweeg brengen in, in jezelf, die ook door de buitenwereld uh, zo uh, worden herkend. En dat ja. is toch leuk? Ja, ik, als mensen me vragen ook wat ik doe, dan moet ik altijd zo'n heel lijst van dingen opnoemen. Want ik geef filosofie les, ik uh, maak podcasts, uh, freelance marketing. Nog iets? <laughs> ik vergeet altijd ook. <laughs> ook iets. In ieder geval, drie, vier dingen. Uh, en mensen zeggen, hoe. hoe dat, is wel, dat zijn wel heel veel dingen. Je doet het wel druk hebben. Nee, ik heb het eigenlijk helemaal niet druk. Ik heb mm. het zelfs heel rustig. Zelfs. Uh, en dan niet per se omdat ik weinig uren werk, maar omdat ik. Je voelt die rust. Je voelt die rust. Je ja. bent gewoon aan het werk. En als je klaar bent, ben je klaar. Als je, als je genoeg gedaan hebt, heb je genoeg gedaan. Je hoeft niet iets af te maken omdat je het anders vergeet of omdat ja. het op, je, op je aan het leunen is. Dat, dat voel je soms. Dat ik soms Juist. nog steeds wel eens. Dat, ja. ik, dat ik opsta en denk hoef, ik moet eigenlijk iets even uit de, weg, uit de weg ruimen. En eigenlijk heb je dan gewoon niet goed georganiseerd. Hmm. Soms is het toch makkelijk om het gewoon uit de weg te ruimen en dan eerst te gaan organiseren. Ja. Ja. Uh, maar dat gevoel is weg van dingen die op je, op je leunen of ja, gewicht en, op je. Hebben. En dat vind ik inderdaad eigenlijk dat, dat veel mensen vaak uh, uh, een soort foute diagnose maken van iets waardoor ze heel veel stress ervaren. En dat vind ik gewoon doodzonde. Uh, uh, en het is uh, ook wat we in het begin zeiden, uh, waarom het proberen te plannen van wat je exact doet in tijdsblokken van die taak ga ik dan voltooien van, van 12 tot 2, mm -hmm. zo enorm riskant is. Want, uh, <laughs> zo enorm ja, riskant. Ja, maar oprecht, weet je want... nee, maar, maar Ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Ja. Het is niks zeggen, weet je. Want het enige wat er kan gebeuren is dat je uh, dat je, je taken niet uitvoert. Uh, maar ik ervaar het als riskant, jij ervaart ook riskant. Het is gewoon zo'n gevoeligheid geworden voor hoe je het beste je dingen kan, kan invullen. Dat je denkt: als ik nu met iemand praat en ik zeg, joh, we gaan dat doen en die persoon schijnt niet op. dan, word ik gewoon, dan denk ik: Waarom? Waarom wordt het niet opgeschreven? Ja. Terecht. Kijk, dat zie ik ook zo, omdat wij uh, menen een soort oplossing in de te hebben. <laughs> weet je wel. Waar <laughs> we nu al Menen. <laughs> en die zijn aan het preken voor de parochie <laughs> met elkaar. Uh, 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 maar goed, uh, uh, ja, we geloven erin en we hebben ervaren dat het zo werkt. Maar ik, ik, durf, die, ik durf het wel zo te noemen: riskant. Want. Uh, nou ja, pak de statistieken er maar bij uh, over burn-out. Uh, onder, uh, onder heel veel mensen en, en yeah. jongeren, uh, met name. die het gevoel hebben gewoon overladen te worden met uh, taken en werk enzovoorts. Dat ze maar niet af kunnen krijgen. Ja, hè, wat is nou wat. Ik, ik ken, uh, nou ja, ik kan zo tien mensen uh, direct bedenken in mijn directe omgeving. die of nu of uh, in het recente verleden met een burn-out te maken hebben gehad. En. Um, het gevoel dat daar vooral uh, in opkomt, is uh, wat ze vaak zeggen, het gevoel dat er uh, nooit een einde aankomt, dat er mm -hmm. nooit eens een, een rustmoment mogelijk is. En naar mijn idee uh, speelt hoe jij dus interpreteert wat er wanneer en hoe gedaan moet worden, vaak hebben die mensen ook niet echt een systeem, merk je dan achteraf, uh, daarvoor, uh, daar een hele grote rol in kan spelen. Dus daarom zei ik ook, joh, het kan heel riskant zijn. Want uh, ja, op zichzelf, op één dag als jij bij wijze van zegt... nou, ik heb een, uh, weet ik veel, een rapport dat ik moet tikken voor de baas... Uh, uh, en daar plan ik dan voor in dat, het, dat ik het van, uh, uh, van drie tot vijf doe in de middag. Mm -hmm. Maar we weten allemaal dat het leven is onvoorspelbaar... en uh, zo zijn er heel veel variabelen eigenlijk die daarbij komen kijken... die ervoor kunnen zorgen dat het uh, een andere hoeveelheid tijd kost om die taak te voltooien. Mm -hmm. Hopelijk korter, maar ook langer. Ja. En dan zit je daar om vijf uur en eigenlijk wil je weet ik veel tijd met je gezin besteden, uh, zoals je het hebt gepland. Maar je hebt ook die, dat zeurende gevoel van, oh, maar rapport, dat rapport, uh, dat moet ik afkrijgen en dat heb ik mezelf beloofd. En ik ben een, ik ben, ik, ik, ik ben een mislukking, omdat ik het niet uh, om, om vijf uur heb afgekregen. Ja. Dus er komen heel veel eigenlijk. Negatieve zelfoordelen bij kijken, die op een dag op zich helemaal niks uitmaken, maar tel dat eens dus op, mm. dag in, dag uit, jaar na jaar. Kan ik stress. Juist. Dus ik vind het wel degelijk uh, een groot risico dat je aangaat <laughs> als je uh, niet uh, uh, ja, daar bewust mee bezig ja. bent. Ja, tot... heel, heel, heel sterk, uh, sterk beargumenteerd dat het inderdaad een risico is. Dankjewel. <laughs> Wat heel riskant ja. is. Um, ja. Ik ben het met je eens. Uh, en er is ook nog iets anders. Kijk, we gebruiken heel vaak uh, de analogie dat wij onze brein nog in de prehistorie leefden en we nu in een uh, samenleving leven die daar niet meer op van toepassing is. Ik weet echt niet zo goed hoe goed die analogie is, maar ik ga hem toch gebruiken. Um, onze prehistorische brein <laughs> is erop gericht om te overleven en voort te planten. En in een prehistorische setting waarin eigenlijk er niet zoveel indrukken zijn, waarin je gewoon in principe. Je, je, je uh, niet je gevoel, maar je lichaam kan volgen. Honger, daarom om te jagen. Koud, daarom om vuur te maken. Geil, tijd om, ja. om voor te planten. Ja. Um, in deze samenleving komen er veel meer stimulansen op ons af. En veel meer stimuli op ons af. En het is niet meer genoeg om gewoon te reageren op wat binnenkomt. Je moet wat binnenkomt een plek geven. Uh, en dat is het geheel van GDD wat voor mij werkt. Is al die indrukken die binnenkomen. Waar je iets mee moet. Uh, die geef je een plek buiten jezelf. Zodat je er naartoe terug kan. Op het moment dat je het, dat je het nodig hebt. Dus die, die voorbeeld van die, uh, van die persoon die een rapport naar de baas moet schrijven. Die voelt die druk op zich leunen. Van: Ik heb niet afgemaakt en het moet af. Die heeft, als hij dat op zijn lijstje zet van kantoor. Kan hij er gewoon mogen naar terug gaan. Want hij, hoeft, hij kan rusten. Of in rust met zijn familie uh, tijd doorbrengen. in de wetenschap dat het klaar voor hem staat. Op morgen wanneer hij er is. Want er komt inderdaad nooit een einde aan. En dat is denk ik wat mensen moeten re realiseren. Je maakt je to-do-lijst nooit af. Die is nooit af. Dat gaat niet gebeuren. Dat is onmogelijk. Want het leven is gewoon een probleem. En laten, we <laughs> we, laten we het op die manier gooien. Het leven komt gewoon met nieuwe problemen. En op het moment dat je je rapport af hebt. heb je het tweede probleem. Namelijk. Het rapport, namelijk inzetten om daadwerkelijk beter je werk te gaan doen. Uh, ja. Om een voorbeeld te geven. Ja. Dus het, de, de realisatie en het besef dat je takenlijst nooit af is. Ook als je student bent, is het nooit af. Ook als je afgestudeerd bent, is het nooit af. Is misschien ook belangrijk om te beseffen: oké, okay, dan moet ik maar het geheel zo ordenen dat ik me er geen zorgen om hoef te maken. Op, ja. En dat ik niet mee bezig ben. Ja, je wilt jezelf weerbaar maken tegen inderdaad het probleem van het leven... dat er <kijkt> altijd nieuwe stimuli op je afkomen. Uh, uh, waaronder mm -hmm. dat soort superstimuli, zoals dat volgens mij heet. Uh, uh, wat je net in het begin zei... over de prehistorische brein... en hoe dat opereerde. En ja, je hebt honger, ga je jagen. Nou, uh, 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 weet je wel, suiker uh, bijvoorbeeld. Mm, yeah. Mensen... Dat was vroeger... Uh, volgens mij was fruit... op heel veel gebieden was het redelijk zeldzaam of zo... Mm. ...zijn wij geëvalueerd om ook bijvoorbeeld fel gekleurd fruit... ...om dat wat feller te zien, omdat het die waardevolle suikers heeft... ...om die ja, glucose of weet ik veel hoe dat precies werkt aan te maken... ...maar om die energie te geven. Uh, 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 dus als je het zag, dan, dan wilde je er zoveel van... ...want je wist niet wanneer de volgende keer kwam. Ja. En nu uh, ja, hebben we inderdaad uh, fastfood en uh, fucking Snickers, <laughs> billboard... Dat, ...dat je aan zit te staren in de supermarkt nadat je door de supermarkt bent gelopen... waarom zijn de snacks meestal op het einde? Omdat ze weten dat je uh, in het begin al misschien wat fruit hebt ingeladen... groente, gezonde dingen, goede ja. keuzes. En uh, uh, nou, dan heb ik wel een beloning verdiend. Hé, hey, nou, net voor de kassa. Hier, uh, gooi ik een, een zak met chips erin. Of, ja. uh, of, of, of een kilo Snickers, is, wat dan ook. Dat is het idee van... Uh, um, Alle supermarkten zijn zo ontworpen. Ja, maar ik weet niet hoe het heet, maar het is het idee van keuzemoeheid. Het ja. is keuzes maken... Ja. Vermoei je je daadwerkelijk? En hoe meer ja. keuzes je op een dag maakt, hoe moeilijker het wordt om, ja. uh, om met je rationele brein, en dat is dan bij, bij Daniel Kahneman, is dat systeem 1 of systeem 2, weet ik weet het niet, eentje ja. is al bewust en eentje ja. is uh, direct, om op die rationele manier een keuze te maken. En supermarkten proberen dat te beïnvloeden door inderdaad de groente aan het begin te zetten. Dus dan heb je je keuze, laten we zeggen, ...quotum... Uh, uh, meer opgemaakt dan als je het aan het begin zet. Als je de snikkers in het begin zet, lopen mensen makkelijker er langs dan ja. als je het op het einde zet. Ja. Want inderdaad, je hebt al een beloning verdiend. Uh, en, en, en je hebt al meer keuzemoeheid opgedaan. Ja, dan precies. Dus uh, dat is, uh, wat, wat hierop aanzet, wat je zei, uh, 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 Daniel Kahneman met zijn boek uh, Thinking Fast and Thinking slow, slow. Waar hij het ja. daarin over heeft, uh, is het. Elaboration Likelihood Model. Ik weet niet of je het ook zo noemt in dat boek, maar dat is ook iets wat ik in mijn studie zo heb uh, heb meegekregen oh, ja, okay. daar. En uh, ja, dat is dus, uh, eigenlijk een model waarin je uh, wat de naam al impliceert: hoe hoog is de kans dat je iets uh, bewust gaat verwerken? En dat is dan via de centrale route. De andere woorden, je, hè, het komt daar wijze van binnen echt in je inbox. En, en je gaat het uh, je gaat over nadenken. Mm -hmm. Is het. Slim om die snickers in de winkelmand te gooien. Hmm. Terwijl er ook een andere manier, dat heet, heet dan daarin de, de perifere route, geloof ik. En uh, uh, dan uh, ga je puur die acties ondernemen op basis van heuristieken. Hmm. Uh, uh, en heuristieken zijn eigenlijk haast volledig geautomatiseerde denkregels uh, in, in je brein, hmm. die voor een deel. Gewoon ingebakken zitten. Dat is gewoon het motherboard. Uh, we het op computers. Dat is waar we gewoon, ja, wat je zegt, het historische brein, nog steeds uh, uh, denkt. Oh, dat felle kleurtje, die zoetigheid, die suikers, ja. die moet ik hebben. Hier ermee, ik gooi het erin. Dus, uh, uh, zeker in, in, in een wereld als die, uh, als, als we in zo'n wereld leven, waar die superstimuli je constant proberen te verleiden dingen te doen die eigenlijk niet zo goed voor je zijn in de lange termijn, uh, uh, is het des te waardevoller. Om een systeem te hebben dat jou in staat stelt zoveel mogelijk wel via die centrale route dingen te kunnen verwerken. Doordat je regelmatig hè, je, je hoofd leeg maakt. Mm. Doordat je dus in staat blijft om na te denken over dingen en geen ja, domme, impulsieve keuzes te maken. <laughs> Weet ja. je wel? Dat is ook ja. in die zin. Dus, Precies, wat je zegt, ja. je, je maakt jezelf weerbaar uh, uh, tegen uh, het leven met oneindige waslijst aan stimuli. en... Uh, ja, je, 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 je hebt een filter, een veel actievere filter misschien, uh, 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 die je ook kunt trainen. Wat, waar je wel je aandacht aan geeft en waar je niet je aandacht ja. aan geeft. Ja. En ja. wat je kan trainen, inderdaad. Ja. Dan ja. um, komen we hierop. Nou, in ja. ieder geval Daniel Kahneman. Ik wil nog wel iets over Inbox Zero zeggen, denk ik. Ja. Uh, want dat is, een heel, dat is ook een heel leuke en makkelijke manier om te beginnen met zulke dingen. Namelijk. Inbox Zero is simpelweg zorgen dat je inbox leeg is. En hoe doe je dat? Uh, Ten eerste, waarom zou je dat willen? Nou, het is zo'n fijn gevoel om een lege <laughs> inbox te hebben. Voelt gewoon fucking goed. Probeer <laughs> het uit, mensen. Klaar. <laughs> het is onbegrijpelijk. Je ja. zou denken dat het niet zoveel uitmaakt, maar op het moment dat die leeg is... heb je door hoeveel energie dat van jou zuigt, uh, wegzuigt als je niet... Je alleen maar dingen ziet waar je je aandacht wil aangeven. Zoals een kruif zou zeggen: je gaat het doorhebben als je het ziet. <laughs> je gaat het doorhebben als je het ziet. En hoe doe je het? Eigenlijk is het heel simpel. Wat we namelijk doen is: onze normale manier van werken met e-mail is, we lezen het en we doen er niks mee. Of we gaan er heel lang mee bezig. Of uh, we laten het gewoon staan. Inbox Zero krijg je door eigenlijk op elke e-mail een handeling uit te voeren. Dan moet je eigenlijk even jezelf dwingen om op elke email, e-mail een handeling uit te voeren. En dat zijn drie mogelijkheden. Of je kan deze mail gewoon beantwoorden. Binnen twee minuten, bijvoorbeeld. En dan doe je het gewoon. Of het is een mail uh, waar je langer tijd voor nodig hebt. En dan uh, zet je het op je takenlijst. Je e-mailcontext. Je e-mailcontextlijst. Ja. Omdat je er bijvoorbeeld nog iets voor moet uitzoeken. Of het is nog niet tijd. Of het is. Gewoon informatie voor een meeting bijvoorbeeld. Ja. Dan zet je het op de desbetreffende plek waar het hoort. Of er is een uh, mail waar je niks mee hoeft en dan archiveer je het. Ja. Of je verwijdert het, of mw2. Ja. Variatie daarop is, er is een mail die je nooit meer wil zien... en dan uh, unsubscribe je. Spam. Spam. Verwijderen. Ja. En een, uh, een, 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 een uh, bestelbevestiging van een webshop... Die archiveer je, want je wil een soort paperchill hebben van datgene mocht er iets mis zijn met de bestelling. Ja, precies. precies. Bijvoorbeeld. Dus ik archiveer sowieso alles automatisch. Hmm. Want uh, ja, is sneller. Ik heb een E-knop. Dus je hebt geen uh, inbox eigenlijk. Ik heb wel een inbox. Nee, okay. nee, sorry. Wat ik bedoel is, als ik door mijn mail bezig ben, archiveer ja. ik alles. Dus okay. ik verwijder niks. Ja. Hmm. Uh, waarom? Heel simpel, het maakt voor mij een beeld van mij niks uit, of het nou gearchiveerd is of verwijderd. En ik heb gewoon een shortcut, de E-knop en daarmee kan ik verwijderen of uh, archiveren en dat is gewoon zonder dan kiezen of ik moet verwijderen of archiveren ja. en dankzij de verg voor de zoekfuncties uh, die onze e-mail clients allemaal tegenwoordig hebben ja. hoef je dat dus niet op een speciale plek op te slaan kun je je bevestiging inderdaad gewoon uh, archiveren ja. facturen doe ik wel dan want die heb je nodig voor de btw ja, inderdaad maar dat, dat doe je dus eerst en dan archiveer je het. Dus je daalt de bijlagen, ja, ja, de pdf, ja. die gooi je in je ja. desbetreffende map, of waar je het ook doet. En ja. dan kun je dat in de btw-aangifte dan allemaal uh, bij elkaar optellen weer. Ja. En ik zeg het je, het is het beste gevoel wat er is. Ja, want het loopt meel. allemaal samen, weet je. Ja. Het, het, het is gewoon, uh, naar mijn idee, heb, heb andere systemen geprobeerd hebbende, de enige uh, manier die in lijn is met je intuïtie. Mm. En dat is het hele punt. Weet je, we willen niet mensen uh, iets laten doen wat niet natuurlijk voelt. We willen niet mensen meer cognitieve lood geven, meer he, uh, 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 hoe noem je dat dan? Ho meer moeite laten cognitief doen. Cognitief belasten. Ja, cognitief belasten. Mooi. En, uh, <laughs> oh, ik oh, oh, er weer een, jongens. Ja, juist. We hadden de laatste nog eens. Inbox Zen. Oh. oh ja, Inbox zen. Oh. Even, even die trademark vastleggen. Want ja. Dat is toch een mooie merknaam, haast. Maar ja, dat is inderdaad uh, uh, waar, waar het om gaat. Het, het, het loopt allemaal samen. En um, ja, het, een podcast is denk ik een goede manier hier wat we nu doen om eigenlijk de, het waarom te bespreken. Hè? Waarom oh. is dit nou van belang? Wat is de impact die het op ons heeft? En we kunnen zeker. He, geeken over het hoe, en dat, dat doe ik ook heel graag, dat doen we nu. Ja. Um, maar ik denk dat het voor veel mensen ook wel belangrijk is om een bepaalde houvast vast te hebben en om het vooral ook uit te proberen. Mm -hmm. Dus uh, ja, mijn uitnodiging voor die mensen zou ook zijn: uh, koop mijn cursus. Ik <laughs> heb <laughs> ja, geen cursus, nog niet. Nog niet maar nog uh, niet. Uh, lees het boek. Begin daar gewoon Ma eens mee. Mag je, mag je het naam noemen? Mogen we naam? Want je bent wel bezig met een cursus maken. Klopt. Klopt. En in in lijn hiermee, niet per se uh, GTD. Het is een beetje een abstractie uh, ervan, uh, uh, maar wel op GTD gebaseerd. Uh, kijk, mijn uh, systeem, mijn uh, toolset uh, uh, als het ware, het gereedschap is uh, To Do is. Dat is een software die ik gebruik. En daar ben ik een cursus voor aan het produceren, die je uitlegt hoe kun je nou GTD binnen deze software voor jou laten werken. Mm -hmm. uh, dat is ook waar ik uh, in eerste instantie... mijn eigen YouTube-kanaal over was begonnen... met een videoserie die mensen dus kunnen bekijken... als ze mijn naam zoeken in YouTube. Ik heb geen speciale kanaalnaam of zo. Uh, dan kun je dat vinden en dan zie je dus... Waar, dat ik ja, op allerlei systemen... deze hele filosofie, deze hele methode toepas. Ja. En dat is dus ook het punt. Je kunt het op allemaal verschillende manieren doen. De uh, uh, fundering, uh, de methode verandert daar niet door. Ja. Dat is ook wat uh, heel veel mensen me als eerste. Of heel veel mensen trouwens. Wat, wat me vaak, wat me gevraagd is als eerste, is welke app moet ik hiervoor gebruiken? Ja. Welke tool moet ik gebruiken? Ja. En daar heb ik gewoon het antwoord niet voor je. Want in de basis is GTD niks anders dan een set aan lijstjes ja. die je goed moet bijhouden. Ja. Dat is waar het op neerkomt. Mm. Um, en de beste app voor jou is de manier waarop jij de lijstjes kan bijhouden op de manier die voor jou fijn is. Misschien ja. wil je daar reminders bij dat je het op je agenda kan zetten. Misschien je, wil je daar eh, inderdaad projecten die je sequential kan, kan inzetten. Misschien wil je daar allemaal toeters en bellen bij. Maar het, uiteindelijk gaat het erom: kun je je lijstjes zo ordenen zoals jij het wilt? Krijg jij gedaan wat je gedaan wilt krijgen op een ja. stressvrije manier? Wow. <laughs> We hebben de tagline van je, van je cursus al binnen. Oh, yeah. ja. Zelf in mijn inbox gooien. <laughs> ja, dus die moet je voor inschrijven. Nee, maar dat is ook wel even de belangrijke dingen. Want de vraag is dan vaak ook. Uh, maar hoe bepaal ik dan wat ik ga doen. als ik al die dingen erop heb. En ik garandeer je, op het moment dat je alles goed georganiseerd hebt. komt de taak die je moet uitvoeren vanzelf in je op. Ja, ja dat is mooi. En, en dat is krachtig. En, hè? en dat is. dat is. dat is. Dat is Uiteindelijk waar je het voor doet, zodat alleen maar datgene wat je eigenlijk nu moet doen, in je aandacht is. Ja, ja het is een soort uh, onderhoud dat je pleegt aan je systeem, aan je, aan je, aan je machine, aan je brein. Uh, zodat die wanneer die in actie moet komen, ook direct uh, op het juiste kan focussen. Dat ja. je niet die, die, aan, die, aan die randzaken ja. uh, kwijt bent, inderdaad. Dus ja. je, wat je ook al in het begin zei: het maakt je creatiever en maakt je, het maakt je intuïtiever, omdat je al die dingen die aan je hoofd. Vreten. En voor ja. mij voelt ik ben wel echt bewust. Zo vaak het wel ja. Ja, ja. En voor mij is het ook echt. Uh, ik ben ook echt gevoelig geworden, voor, geworden van wanneer dingen aan mijn energie vreten, in de zin van niet op een uh, mystieke manier, maar gewoon van een deel van mijn aandacht is nu ergens anders. Waarom? En waar is die precies en wat is er aan de hand? Uh, en dan ga je kijken, oké, okay, wat wat is het? Waar dan vreet? Oké, okay, dat is dat. Okay, maar wat is dat precies? Is dat mm -hmm. een project, is er een taak? Ben ik echt wachten? Moet ik het echt plaatsen? Moet ik het echt neerzetten? Jaren, jaren, jaren. Ja, het, 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 het doet uh, uh, mentaal uh, pijn inmiddels. Uh, <laughs> uh, of het jeukt mentaal bij wijze van. als je merkt dat je niet alles hebt geduid. Ja. Terwijl het wel de pretentie heeft dat het geduid is. Het, juikt, het heeft altijd al gejeukt. Ja. Alleen je dacht dat die jeuk gewoon erbij hoorde. Mm. Ja, och. Oh. dat is een mooie. <laughs> Ja, dat is hem, hè? <laughs> oh man. Waar ik wel nog benieuwd naar ben, uh, 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 en daar ben ik gewoon benieuwd naar jouw mening of hoe je, hoe je dat zelf ziet, uh, uh, is ondanks dit alles. <laughs> ondanks alles wat we net hebben gesproken. Anderhalf uur. Kijk eens aan. En vier jaar aan. Uh, ja. Collectief uh, ja. zes jaar, zeven jaar aan, aan ervaring. Um, ik blijf zo nu en dan een bepaalde weerstand voelen in mezelf. Hmm. En um, ik ben denk ik van nature ook een wat uh, opstandige persoon... met een sterke eigen wil, minder volgzaam. Uh, 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 dat heb ik ook uh, laatst uh, semi-bevestigd via <laughs> een persoonlijkheidstest. Uh, Heel interessante materie. Rood zeker. Ja ik, ben, ja, ik ben een mix van rood en blauw. Ja. Uh, dat zullen misschien helemaal niks zeggen. Dat is geen maar, verrassing. Nou, dat is goed om te weten. Dan, dan weet ik dat die test ook redelijk valide is. Ja, maar, goed. Uh, wacht, we hebben het nu weer over de persoonlijkheid Dat is een manier om persoonlijkheid ja. te, te ordenen. En rood is heel uh, dynamisch dominant. Geel is. Nou, geel zijn een beetje de, 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 party, de, de party makers. De, Creatievelingen meer. Creatief, zeer ja. uh, 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 sociaal, energiek, ja. inspirerend. Ja. Ja. Groene mensen zijn vooral. Uh, beetje volgzaam, stabiel, die, diplomatiek sociale relaties is voor hen heel ja. belangrijk. Ja. En blauw is heel erg uh, heel veel nadenken, heel analytisch, ja, redelijk ja. koud. Er wordt, het wordt vooral gebruikt van sales om te bepalen hoe je iemand het beste kan overhalen. Dus rode mensen daar moet je gewoon een strijd mee aangaan. Die vinden het gewoon heel heel leuk om te vechten, uh, verbaal natuurlijk. Ja. Uh, gele mensen willen heel graag een ervaring. Groene mm. mensen zijn heel erg benieuwd naar wat de andere mensen. Kopen en blauwe mensen willen heel graag weten wat, wat er precies in zit. Ja. Welke chip zit erin? Batteri, hoe lang gaat de batterij mee? Jaren, jaren, jaren. Ja, ja. En ja, ja rood-blauw. Ja, iedereen is een beetje een mix. mix. Uh, 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 en daar, uh, als de tijd en onze energie ons dat nog toelaat, kunnen we daar misschien nog wat meer over uitweiden. Maar uh, uh, dat wetende, uh, ja ik heb dus een inherente altijd een soort van opstand tegen iemand anders. Of iets buiten mij dat mij iets oplegt. Mm. En het ironische <laughs> van dit allemaal is: ja, ik voel nog steeds een bepaalde weerstand uh, uh, tegen uh, GTD. Hij is mild en het neemt niks weg van wat oh, ja? we net allemaal besproken hadden. maar omdat het toch in de rent ja, iets is waarvan ik mezelf in een uh, submissive positie moet plaatsen. Hè, dit is het <laughs> systeem. Ik weet dat dit voor mij werkt. Ja. En toch. Heb ik soms momenten waarvan ik gewoon echt. dat links zal laten liggen. En nu doe ik wat de fuck ik zelf wil. Zoek het uit met je systeem. <laughs> en dat zijn korte bursts, zeg maar. Oh, in mijn vrije echt? tijd. Oh. Laat la dat uh, voor zich spreken. Maar, uh, he, dus, uh, het... Sorry, deed me duidelijk. Ja, maar ik. ik, uh, Blond, ik merk... dat ik trouw ben. <laughs> ik, ik merk dus dat ik soms echt. ja. Uh, 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 yeah. Ondanks dat ik misschien thuis ben, dat ik niet de dingen doe die mijn thuiscontext mij voorschrijven. Oh, ja, oké, okay, wacht. Maar, maar, okay, maar dat heb ik ook vaak genoeg. Mm -hmm. en dan is het een kwestie van aandacht, want mijn aandacht niet, er niet oh. op gericht is. Maar jij beschrijft het als daadwerkelijk actieve opstandigheid. Ja, misschien. Ja, of gewoon, ja, ik heb er geen zin in. <laughs> En dan doe ja, ik het. Ja, goed, nee, maar dat. Maar heb misschien ik is ook dat wel. juist weer ook in het systeem te gieten. Omdat energieniveau dus ook hier. een van de variabelen is. Oh ja, ja. Laat ja, het is wel zo. Kijk, ja, laten we het hierover hebben. Ja. Nou, dat is het leuke. Want jij hebt in jouw systeem heb jij ook definities voor energieniveau. Ja. <laughs> niet ik alleen. Dat is als, <laughs> dit, is, dit is basic shit, my man. Nee, 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 nee. Energieniveau is niet. Oh, je rookie of something. <laughs> Het, je hebt energieniveau, je hebt tijdsbesteding. Ja. Hoeveel lang het duur om is te maken? Heb je nog iets anders? Nee, ik heb inderdaad de, uh, de context natuurlijk, de geschatte tijd die het kost om het uh, te, te, te uit te voeren. En de vereiste energieniveau. Ja. En dan kun je dat zeg maar een bepaalde levels schieten. Ja. Bij, hoog, laag, één uh, tot vier, whatever. Wat werkt voor jou? Voor mij is het. Uh, uh, ja, heb, heb ik eigenlijk drie, uh, drie niveaus. En wat je dan doet is, je hebt jouw to-do zo ingesteld dat als je bijvoorbeeld low level bent, uh, dan kun je gewoon op een knop klikken, low level, uh, tweede knop laptop, en dan zie je alleen maar de low ja. level laptoptaken. Ja, dus dat is inderdaad uh, uh, wat heel veel uh, gelukkige <coughs> ja, software ook, ook uh, inziet. Dat is best wel intuïtief eigenlijk, uh, dat je met filters dus uh, niet alleen kan kiezen uh, waar ben ik nu en wat moet ik dan, wat kan ik dan doen, maar ook ja inderdaad hoeveel tijd heb ik of hmm. hoeveel energie heb ik voordat ik uit ja gewoon in een andere context verkeer bij wijze van. En uh, uh, ja, mooi is dus als je inderdaad ook een lijst hebt met dingen die uh, uh, ja waar, waarbij je dingen kan wegfilteren die veel energie vereisen, hmm. zodat je ondanks geen energie uh, uh, toch Iets kan doen om iets vooruit te trekken. Ja. En hey, soms wil je gewoon even niks doen. En dat is oké. Okay. <laughs> en dat is eigenlijk waar ik het vooral op doe, denk ik. Uh, om om zonder, zonder stress niks te hoeven doen. Ja, 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 ja. ja, ja maar dat, dat begrijp ik volledig. Ja. Ik doe ook gewoon, soms gewoon een dag gewoon niks. Denk ik. Ja. En dat is ook juist het mooie weer, het systeem staat gewoon weer voor je klaar wanneer je ook ja. weer ermee wilt. Uh, maar net tekenen. zo goed, uh, kan ik als ik bijvoorbeeld een, een zwaar project heb... weekenden doorwerken. Mm -hmm. Die periodes heb ik ook gehad. Dat ja. ik gewoon misschien een zaterdagmiddag vrijnam... maar dat ik gewoon zaterdagavond, zondag overdag... gewoon nog steeds bezig was. En maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag... ook ja. nog steeds. Dus dat is die flexibiliteit die je hebt... Ja. om met je eigen... Uh, intuïtie en je eigen energieniveau te werken... Mm -hmm. op, het, op de snelheid die voor jou werkt. Op dat moment. Ja. ja, dat je inderdaad... We hadden het uh, eventjes ook over uh, burn-out problematiek uh, uh, enzovoorts. En mensen die het gevoel hebben altijd ergens achteraan te lopen en, en, en projecten achterna te jagen. Uh, ja, een systeem helpt jou om daar weer regie over te krijgen mm. en te kunnen kiezen: ga ik het weekend doorwerken of niet? En op zichzelf, hè, mensen. Zitten vaak in kampen verdeeld, heb ik het idee uh, van, oh je moet grinden, je moet grinden. <laughs> een dag niet gewerkt is uh, een dag niet geleefd. Ja, precies. Uh, en, en je hebt mensen die heel strikt zijn uh, met het scheiden van werktijd en andere dingen. En uh, als je in het weekend werkt, dan uh, zadel je jezelf op met allemaal problemen enzovoorts. Niet als het een eigen bewuste keuze is. Ja. En die keuze kun je alleen maken als je de nodige organisatie hebt. Uh, uh, dat is echt. Gedaan. Ja, precies. Dat is echt een, een voorwaarde. Ja. Dus ja, waar dit uiteindelijk allemaal om draait, wat mij betreft, is. Uh, ja, mentale. mentaal welzijn. Weet je wel, iedereen doet zijn eigen ding. Uh, met zijn eigen passies, interesses en, en verantwoordelijkheden, whatever. Het systeem is een manier om het allemaal te duiden. en om jou te helpen. ja, het allemaal, allemaal te doen. Mm. Uh, maar het allerbelangrijkste is. dat het jou een consistente. Ja, toch een rust geeft, weet je wel? Ja. Want wat, wat heb je aan het leven als je, ja, alleen, maar zit te, als je alleen maar als, als, als een kip zonder kop zit, zit te stressen? Ja. En volgens uh, ja ben je tien weet. jaar ouder en dan merk je... oh, het voelde als twee weken, want ik heb nooit ja, rust genomen. Ik heb nooit kunnen ja. genieten. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik echt uh, 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 met bezieling en passie mee bezig ja. was. Ja. Weet je wel? Ja. Daar, daar gaat het voor mij allemaal om. En het is gewoon voor mij zo zonde om te zien dat zoveel mensen niet die kompas hebben om zich te oriënteren in, in, in wat ze doen... zichzelf op bepaalde manieren verliezen of zichzelf laten leiden... in een pad dat niet goed voor ze is, mm -hmm. weet je wel. Um, dus ja, burn-out uh, is, is dus een heel reëel groot probleem... Ja. Uh, uh, waar denk ik ook veel psychologen... Uh, uh, en het gebeurt steeds veel jonger. Het gebeurt steeds veel dat jonger. Dat ook, ja. Ja, weet je, de stimuli blijven toenemen, uh, uh, dus een systeem om het allemaal te kunnen verwerken en te kunnen behappen is gewoon essentieel. En, en uh, uh, ja, ik had echt gewild dat dit, ja, hoe, hè, uh, in wezen is het een soort interface met je brein. Hoe mm -hmm. ga je om met je brein? Mm. Uh, dat, dat machtige instrument dat als een, als een, als een wilde bizon ja... Uh, 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 yeah, uh, het kan je helemaal uh, goed voor je werken met de krachtige energie... als je het kunt temmen bij wijze van. Ja. Uh, maar het kan je ook gewoon doodtrappen dood dood trappen. als, 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 als je grappig, het niet beheerst. Dat is wel grappig, want ik zie het niet als het, als het interface voor je brein... maar als het interface voor je leven. En ja, ja. Ik vind het is een Het komt een beetje op hetzelfde neer. En DTD en, en is een soort uh, UI dat je eroverheen gooit... Om het, om het gebruiksvriendelijk te maken, weet je wel. Windows op je PC is in feite ook gewoon wat je doet als je op start ja. klikt. Dan vindt er gewoon berekeningen plaats de ja, ja, code ja, plaats. Ja, sure, fair enough. Maar je bent niet de werking van je brein aan het veranderen door, door GTD toe te nee. passen. Je bent betekenis aan het geven aan alle dingen die opkomen. Dus misschien is het wel user interface, ja. Nou, is nee, je GTD... verandert niet hoe je brein werkt. Je maakt gewoon optimaal gebruik van hoe je brein werkt. Mm. Door het makkelijker te maken, door het toegankelijker te maken. Ja. Net als dat nauwelijks mensen uh, uit zichzelf een pc zouden kunnen aansturen om weet ik veel een, een, een Instagram post met een filter te maken. Weet je wel. Wat, er, wat gebeurt daar in de achtergrond? Dat is gewoon code die mensen geschreven hebben, die extreem complex is. En in theorie kun je dat allemaal intikken en die code schrijven. Nee, ze hebben een interface gebouwd waarop je met een tik op je vinger uh, ja. dat, uh, dat resultaat kunt bewerkstelligen. Ja. En ja. voor mij is CCD en, uh, enzovoorts ook een uh, ja, equivalent daarvan eigenlijk. Maar dan ja. van voor je breincomputer. Ja, I get it. Even terugkomen naar het mentaal welzijn en het werk en zo. Het geeft je ook een beetje de kans om, wat ik de afgelopen weken gem gemerkt heb, om werk niet alleen maar in de context van betaald werk te zien. En dat is wat we, uh, wat we veel doen. Uh, je, je hebt je betaald werk en je hebt je privéleven en daar werk je niet. Maar in je privéleven werk je ook heel veel. En dat is dan misschien niet werk in de negatieve zin, zoals we het normaal zien. Iets wat moet, zodat je er geld voor krijgt. Uh, maar je levert gewoon ook werk in je, in je privéleven. Of dat nou is dat je je huis aan het verbouwen bent, of schoonmaken, of opruimen, of ja. uh, je vrienden helpen met verhuizen en dergelijke. Ja. En dat is allemaal werk en essentieel van belang, misschien nog belangrijker dan het werk die, die je levert voor geld. En door op een manier te organiseren waar alles, al die dingen hun eigen, uh, uh, hun eigen plek hebben in je systeem, hoef je je niet schuldig te voelen over het feit dat je een dag vrijneemt om je, om je vrienden te helpen. Hoef je je niet schuldig te voelen over het feit dat je van alles en nog wat opruimt in plaats van te werken aan het rapport voor je baas of tijd door te brengen met je, uh, uh, met je familie. Want dat zijn allemaal dingen die jij gedefinieerd hebt die belangrijk voor je zijn. Mm. Um, en waar het ons naartoe brengt, is nog iets anders... waar we niet over gehad hebben, is namelijk de hogere horizons. Juist. Voordat we daarin gaan, moeten we denken... eerst even, ik wil nog even de file en de kalender bespreken. Mm. Want... Een controversieel onderwerp. Een controversieel onderwerp. Onder ons werp. twee. Onder <laughs> ons twee. <laughs> de horizons komen zo. Ja. Uh, op je kalender zetten we meestal... we maken vaak dagelijks to-do-lijsten. To maar daar heb je niet zoveel aan, want... Op je, door je dag heen maak je niet alles af. Uh, en dan heb je een. Je kan les. niet voorspellen hoe de dag loopt. Je kan niet voorspellen ja. hoe de dag loopt. Um, uh, dus je kalender is alleen voor dingen die op dat moment moeten gebeuren. Mm -hmm. En anders niet relevant zijn. Ja. Dus een taak. Of, of sorry, een, taak, een meeting. Um, ja. Het kan een taak zijn als die een. Om, 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 om een momenten... dwingende reden een, een vaste begin- en eindtijd uh, ja. heeft, dan kan het ook een taak zijn, maar meestal zijn het inderdaad uh, afspraken. Ja. Bijvoorbeeld, uh, die je maakt met anderen. Ja. ja. Maar om even aan te tonen dat, uh, dat een meeting ook bijvoorbeeld een taak kan zijn. Zeker. Uh, dus Deze op... opname is een taak. Die ja. hebben wij gepland op onze kalender gezet, waarschijnlijk, zodat we op tijd komen enzovoort. Ja. Precies. Die staat gewoon op je kalender. Uh, en daar staan ook alleen maar die dingen op. Dus je hebt niet. Zoals bij uh, normale apps of uh, andere ideeën dat je uh, jezelf vastlegt op dan en dan moet het af zijn. Want, want zo zit het niet in je hoofd. Het feit dat je je uh, schilderij moet, een nieuw schilderij moet kopen, dat, dat heeft geen deadline. Dus op het moment dat jij jezelf een deadline toelegt, is dat maar een nep deadline. Dat is meer een snooze line. Ja. <laughs> ja, je moet niet. Ja, moet. Doe wat je wil, maar. Uh, uh, het is inderdaad ook een risico, denk ik, als je jezelf een soort uh, gemaakte urgentie oplegt. Mm. Die uh, ja, dat mag of zo. Maar ik heb daar weinig succes mee gehad. Ik heb ja. gemerkt dat dat meer stress oplevert dan dat ja. het productiviteit oplevert. En dan komt inderdaad vaak de vraag: oh maar wacht, als ik het niet bepaal welke dag ik het doe, wanneer ga ik het dan doen? En dan da daarop zeg ik weer, ik beloof je op het moment dat je het allemaal goed neerzet. Komt vanzelf omhoog wat je die dag het beste kan doen. Ja. Omdat je gewoon een mens bent en een mens doet gewoon dingen. Ja, uiteindelijk maak jij nog steeds de keuze wat je doet binnen die lijst die je hebt gemaakt. Ja, precies. En je weet intuïtief, en dit is waar we blijven terugkomen, die in lijn met je intuïtie je haast, uh, die intelligentie die daarin zit, uh, wat datgene is. Ja. ja, dus dat is de kalender. Je zet daar ja. alleen maar dingen op die daadwerkelijk op dat moment of op die dag moeten gebeuren. Ja. Op naar het ticklerfile. <laughs> er zijn namelijk dingen in je leven waar je niet aan hoeft te denken, op geen enkel moment, pas op een specifieke datum. Dus stel je voor, ik <coughs> moet elke maand een klant van mij factureren. Daar hoef ik niet aan te denken tot het eerst van die maand. Beter nog zou het zijn als ik software had die dat automatisch elke maand deed, maar dat heb ik niet. Mm. Maar ik hoef daar niet aan te denken. Het hoeft ook niet op mijn takenlijst te staan. Het hoeft ook geen deadline te hebben. Ik hoef pas op de eerste van de maand herinnerd te worden aan het feit dat ik die klant moet factureren. Een verjaardag bijvoorbeeld. Hoef ik niet aan herinnerd te worden tot, laten we zeggen, drie weken van tevoren zodat ik kan nadenken wat ik daarmee ga doen. Hmm. Je ticklerfile is dus een fysiek of digitale opslag van allemaal dingen die pas jouw aandacht vragen op een specifieke datum... of hmm. op een specifieke tijd, kan ook nog. Ja. Uh, en die sla je op een bepaalde manier op... zodat je er alleen maar dan aan herinnerd wordt. Ja. Nou, David Allen heeft daar een uh, heel uitgebreid fysiek systeem voor. Daar gaan we niet over hmm, hebben, want nee. die snap ik ook niet eens. Ja, ik, ik, ja het is inderdaad uh, complex. Zoek, zoek het maar eens op op YouTube. David Allen tickler file. Ja. Dan heeft hij een soort fysiek archief met een la. En dan heeft hij, vind ik vrij ingenieus, <laughs> analoog, zeg maar, uh, van die mapjes met een cijfertje. Dat representeert dan de datum van ja. die maand. Ja. En dan, ja, in dat mapje zit dan altijd iets fysieks, ja, een, een, een notitie. Dus hij heeft volgens mij een vrij analoog systeem. Althans, in die video laat hij dat zo zien. Uh, maar waar het op neerkomt is gewoon een lijst met herinneringen. En haast iedere tool... Uh, uh, kan dat voor je doen. Je telefoon kan het voor je doen. Ja, nou, ik heb dus een kalender... Uh, of op mijn Google-agenda heb ik een agenda gemaakt... Mm -hmm. die mij van een afspraak een herinnering stuurt... op de dag dat de afspraak gepland is... Ja. om zeven uur s morgens in mijn mail. Mm -hmm. Waarom in mijn mail? Want uh, dat is mijn primaire plek waar ik, waar ik de dag begin. Ja. In mijn, in mijn inbox. Ja. Dus ik maak gewoon... Afspraak in mijn agenda voor de hele dag. Uh, en op die dag krijg ik een e-mail om 7 uur s ochtends. Uh, Huppelpup factureren. Nou, dat doe ik. Of ik zet het op mijn takenlijst. Met een deadline van die maand. Mm -hmm. um, mm -hmm. yeah. Jij gebruikt iets heel anders daarvoor. Ja, deels. Kijk, ik denk dat het eerste voorbeeld wat je noemde met die factuur sturen, dat is eigenlijk al een actie. Een taak waarvan je weet dat die dan moet gebeuren. Want je hebt die klant, als ik het goed begrijp. Mm -hmm. hè? Dus ja. uh, het moet niet eerder gebeuren. Dat is het vooral. Omdat je misschien een afgesproken factuurdatum uh, hebt. Mm -hmm. uh, uh, misschien moet het binnen een bepaalde termijn plaatsvinden. Voor mij is dat gewoon een, een taak als alle andere, die je ook in een context kunt gieten, zelfs. Mm -hmm. um, maar die niet op de next action lijst komt. Per definitie, want dat is eigenlijk de he, lijst van acties die je gewoon nu direct kunt uitvoeren. Mm -hmm. Wat je dus eigenlijk wil, is uh, in zekere zin dat die taak pas vanaf die datum op jouw next actions lijst komt. Mm -hmm. Dus in mijn systeem groepeer ik dat niet zozeer onder een tickler of een herinnering als het ware, maar automatiseer ik het zo dat die uh, 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 per die datum uh, een actie wordt die ik dan uh, kan slash moet uitvoeren. Yeah. Eventueel met een deadline erbij om er wat urgentie bij te geven, maar vooral het element van die startdatum is, is daarin heel essentieel. Yeah. Het, het andere uh, voorbeeld is uh, echt een herinnering aan wat dan ook. Aan iets dat staat te gebeuren inderdaad, zoals een agenda voor de, voor de dag, met de afspraken van de dag, dat heb ik ook. Super waardevol. Yeah. Uh, het kan ook zijn dat je uh, een herinnering wilt uh, op een manier van haast een uitgestelde inbox. Net zoals dat met die niet-nu-lijst is waar we het eerder over hadden, maar dan wel met een specifieke tijd waarin je, er weer, waarin je het wilt verwerken, waarin je het wilt duiden. Mm. Bijvoorbeeld, je hebt een abonnement afgesloten. Nou, laten we het simpel houden: je hebt een Netflix-abonnement afgesloten voor de eerste keer. Mm. Daar betaal je uh, 10 euro in, in, in de maand voor, voor de allereerste keer. En. Uh, je wilt je vaste lasten, hè, je uitgaven, beperkt houden tot datgene wat waarde biedt. Anders gooi je gewoon geld weg. Als ja. je Netflix niet gebruikt, waarom betaal je er dan voor? Ja. Dus dat is echt iets wat ik in een tickler ga zou gooien. Een herinnering. Op de, weet ik veel, 28ste, net voordat die maand voorbij is. Uh, 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 Netflix verlengen, ja of nee? Vraagteken. Ja. En op basis van hoe ik, dat, hoe ik daar dan tegenaan kijk. Ga ik het op een bepaalde manier verwerken. Uh -huh. Het kan zijn dat ik kies om het te verlengen, wat een actie gaat vormen. Uh -huh. Het kan ook zijn dat ik ervoor kies om het uh, te annuleren. Uh -huh. Dat zijn twee verschillende acties. En nou ja, dit is een simpel voorbeeld waarvan beide die acties ongeveer op dezelfde manier verlopen. Maar ja, ieder, je kan je voor jezelf wel bedenken dat er misschien andere ja, onzekere uitkomsten zijn, bij wijze van waar je pas tegen die tijd een keuze over kan maken zodat die heel andere taken of zelfs projecten op zich uh, worden. Mm. Dus voor mij heb ik de, de ticklerfile echt gereserveerd voor uh, items waar ik uh, uh, tegen die tijd mezelf acht een keuze over te kunnen en vaak ook moeten uh, maken. Mm. Dus dat is eigenlijk het, het verschil. Want twee ticklerfiles, daar komt het op neer. Uiteindelijk, het zijn gewoon herinneringen. Hè? Uh, uh, laten we het niet moeilijker maken dan het is. Uh, ja. uh, uh, je, je hebt gewoon herinneringen... en je hebt verschillende soorten herinneringen. Ja. Daar komt het op neer. Ja. Uh, en dat is weer het verschil tussen... Uh, wat ik in, in, in het begin zei... het verschil tussen een robuust systeem en een minimaal systeem. In mijn minimaal systeem maak ik daar geen onderscheid tussen. Ik maak die onderscheid op het moment dat het binnenkomt natuurlijk. Uh, want alles komt bij mij binnen als een mail... En een mail is voor mij gewoon een trigger ja. om iets te doen. Uh, dus die is minimaal. En die van jou is robuust, omdat jouw systeem al zelf rekening houdt... met het verschil tussen een herinnering of een taak die gewoon een startdatum ja. heeft. Maar uiteindelijk doen we hetzelfde. Hè? Maar en uiteindelijk dat is nogmaals het punt. Ja. Uh, dus uh, 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 ja, behalve perfect dat voorbeeld dat ik, van doen. Be behalve dat ik minder tijd besteed aan het systeem aan elkaar zijn natuurlijk. Dus uh, daarmee win nee, ik nee, natuurlijk best toch. Dat, is, uh, dat, dat klopt. Uh, <laughs> uh, we hebben geregeld inderdaad... Uh, Situaties gehad. dat we twee uur de tijd besteden. aan iets automatiseren. waarmee we twee seconden besparen. Nou, dat is niet. een uh, optimale return on investment. zoals ze dat dan noemen. Maar het lijkt wel leuk. Ja, en dat is dus. Uh, ja, wij zijn twee uh, enorme geeks. Uh, uh, als ik uh, vrij mag zijn. om jou ook zo te betitelen. Ja, dat in, in dat opzicht. En dat is gewoon niet iedereen. Dus ik snap dat mensen ook vaak. een soort. Uh, uh, Hello Fresh uh, niet eens. En, en, en gewoon een, een, een thuisbezorgdachtige. geprepareerde maaltijd willen. en uh, gewoon aan de slag uh, ja. willen kunnen ja, gaan. Ja, wij kunnen ook gewoon. en dat bestaat ook wel. super blij worden van shortcuts op die tussenborsten ja. van. Oh, Control Week, daarmee kun je je tabblad afsluiten. Ik weet nog toen ik dat ontdekte dat ja. ik dacht, oh mijn god, dat maakt mijn leven zoveel beter. Ja, dat is toch wel een lekker potje mentale masturbatie <laughs> uh, uh, waar je jezelf mee kan bezighouden. Ja, en, en dat, dat voel ik ook zo. Uh, uh, maar ja, we moeten begrijpen dat dat voor veel mensen uh, ook, ook niet geldt. Nee. En uh, nou ja, er zijn dus ook bepaalde tools uh, op de markt die zoveel mogelijk al deze facetten waar we het net over hadden... in één systeem gieten. Zodat je niet echt te veel over hoeft na te denken. Een voorbeeld daarvan is uh, Nirvana. Uh, de software, niet de band. <laughs> uh, uh, of Facile Things. Facile Things. Ja, Facile facil is Spaans voor makkelijk. Ja. En, en de, en de maker is ook Spaans. Oh, Misschien ook wel. Het zijn allemaal yeah. Romeinse talen. Maar uh, dat zijn twee voorbeelden van softwares... die echt specifiek gebouwd zijn voor het GTD-systeem, alles zit daar al panklaar ja. in. Ja. Uh, ik hou ervan om het zelf te bouwen, dat doe ik dus ook met een meer flexibel systeem zoals Todoist. Jij doet het op jouw manier, iedereen doet het op hun manier, nogmaals, ja. maar er zijn dus panklare oplossingen als je denkt, nou, ik wil dat gewoon, uh, dat het mij vertelt hoe ik het moet doen, ik pas me er wel aan aan. En je kan jouw YouTube-kanaal kijken wat, uh, hoe ze ingesteld worden. Inderdaad. <laughs> <laughs> dus like en <and> subscribe. <laughs> Uh, ja. We het over de horizons hebben. Ja. Hoe we daar ja, Dat is misschien een goede om nog mee, uh, mee af te sluiten. Ik denk dat we daarna wel uh, het gros uh, van uh, alles uh, ja, de die de we besproken hebben. Je uh, hebt, uh, ja. We hebben het natuurlijk allemaal over taken gehad. En, well, ja. en dergelijke. Dat ja. is het grondniveau. Dat is eigenlijk de dingen die je daadwerkelijk underground moet doen. We hebben het over projecten gehad. Dat is één niveau daar hoger. Dat zijn uitgewenste uitkomsten. Maar je hebt nog, nog drie niveaus daarboven. Ja. ja. Klopt. En dan noemen we de horizons. Klopt, ja, de horizons of focus. Hè? Dus uh, als, een, als een lens kun je je systeem uh, bekijken. Je kunt inzoomen op een individuele taak. En dat ja. is dan inderdaad heel direct toepasbaar in het nu. Uh, en wat je ziet is dat er eigenlijk een relatie is tussen de schaal van tijd en... Um, de, de horizon van focus. Nou ja, dat klinkt allemaal. <laughs> Wat een uh, jargon hier allemaal. Verschrikkelijk. <laughs> <laughs> Hoe kotsen van mezelf. <laughs> nee, um, nou ja, laten we het behapbaar uh, maken. Um, we hadden het inderdaad over. Uh, je hebt vragen, gewoon je hebt verschillende perspectieven. Je hebt het perspectief van nu, van, uh, van over een week, van over een maand, van over een jaar, van over vijf jaar, van over hier. Hele, hele ja, en, en je kunt het eigenlijk vergelijken heel mooi met een, uh, een vliegtuig dat opstijgt. En dat dat is David Allen ook in zijn boek. Uh... In de eerste versie, niet de, de oh, ja. in het nieuwe. Okay. In de eerdere versies was het. <laughs> oh, God, ik heb de <laughs> oude versie gelezen. <laughs> nee, in de eerste versies ga, uh, beschrijft hij inderdaad. Uh, uh, ground level 10.000 feet, 20.000 feet. 30, ja. en dan zijn het eigenlijk al projecten, maar een ho op hoger niveau. Ja, want ja. hoe verder je uh, opstijgt, hoe meer je ziet als je zeg maar, naar beneden kijkt. Ja. Tegelijkertijd, hoe hoger je zit hoe meer impact een verandering heeft. Hm. Als, ik in een, als je een piloot in een vliegtuig be bent op 30.000 meter hoogte, dan. Uh, uh, 30.000 bepaalde, Ja, ook goed. In een bepaalde richting. Stel je wilt naar uh, Londen vliegen vanuit Miami of zo. Dan heb je daarvoor een bepaalde koers. Mm -hmm. Als jij die koers, die richting met twee graden verandert. Van die 360, zei je, denken, nou, is helemaal niks. Dan kom ik misschien uh, in een suburb van Londen uit of zo. Nee, weet je waar je uitkomt? In fucking Madrid, in Spanje. Oh shit. Dat, was omdat, ja, dat is een grote verschil, dat ik verwacht had. <laughs> ja, <laughs> precies. Omdat de afstand die je uh, neemt, uh, 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 naarmate de tijd verloopt, ervoor zorgt dat je steeds verder uit elkaar komt. Hè? Ja. En uh, dat is een mooi metafoor, want die uh, Horizons of Focus werken eigenlijk heel vergelijkbaar. Uh, maar laten we eerst duiden wat die dan ja, zijn. Hè? Ja, ja. Um, boven projecten heb je eigenlijk je... Um, help me even. De verantwoordelijkheidsgebieden. Je hebt je verantwoordelijkheidsgebieden. En ja. wij we hebben het een tijdje operatiedomeinen genoemd. Ja. Hormoon. <laughs> 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 Domains of ja. operation. <laughs> oh shit. Ja, ah, prima. Dat zijn inderdaad uh, zaken die... Uh, nou ja. Die eigenlijk altijd van toepassing. Uh, nou, ze uh, zijn wel dynamisch, maar uh, bijvoorbeeld je al werk. als het dynamisch is, maar ja, ja. sorry. Ja, ja. Klopt. Dus je, je baan, dat is, als je het hopelijk goed doet, heb je die enigszins langere tijd, ja. niet je hele leven, maar je hebt een bepaalde baan met bepaalde verantwoordelijkheden die bij die baan horen, ja. die, die je dient te vervullen. Mijn podcast of, is bijvoorbeeld een operatiedomein. Precies. Of een rol in, in je gezin, misschien... Ja. Ben je vader, moeder, wat dan ook? Misschien, ik of weet zus. Het niet. <laughs> Ik weet het niet, geen okay, pas <laughs> vijf jaar. Dus. Nee, maar dat kun je dus voor jezelf helemaal bepalen. Wat zijn nou die uh, verschillende rollen die ik eigenlijk heb uh, in ja. mijn leven? Rollen is een goeie. Ja. ja, welke rollen speel nou, je? Laten we het zo noemen. Ja. En dus uh, uh, daaronder kunnen allerlei taken en projecten vallen natuurlijk. Dus, dus het verschil is dus inderdaad, uh, projecten zijn dingen die je kan afsluiten. Dan mm heb -hmm. je een gewenste uitkomst, bam, dan is het klaar. Dan, dan heb ik het bereikt. Uh, en een operatiedomein of een rol of whatever, brengt eigenlijk constant projecten met zich mee. Die, ja. die sluit je in principe niet af, toen op het moment dat je je baan opzegt, op de podcast eindigt of dergelijke. Ja, een, 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 een rol is meer een soort graadmeter. En daaraan kun je dus afleiden: joh, ik heb het zo gedefinieerd, dit zijn de verantwoordelijkheden. Hoe goed ben ik om die verantwoordelijkheden tegenmoet te komen? Ja. Hoe goed, wat, <laughs> hoe, hoe, ben ik een goede vader? Welke Dat, ja, prima. dat zijn echt weg, hele mooie ja. vragen ja. om jezelf te stellen. En ook belangrijke vragen, natuurlijk. Ja. En ook weer, dus iets dat echt in het, in het systeem past, in, in, in dat opzicht. Ja. Dus ja, dat is een wat uh, uitgezoomdere blik. Ja. Um, het volgende niveau vind ik eigenlijk niet heel intuïtief uh, dat ze het ja, hoger plaatsen. Dus ja, je mm -hmm. kan het ook uh, ernaast zetten of zo. Dat zijn de doelen. Lange termijn doelen. Hè? Ja, lange termijn doelen. Dat is, ja. waar, dat is waar. Maar naar mijn idee staat dat gewoon eigenlijk naast uh, de, de focusgebieden, de rollen. Of misschien moet je de rollen eigenlijk wel gewoon ja, trekken als iets heel aparts. Mm. Ik vind dat wel moeilijk om te zeggen. Nou, die lange termijn doelen zijn per definitie ja, hoger of verder uitgezocht. Ja, wat is in principe het verschil tussen een project en een lange termijn doel? Dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk allebei projecten, toch? Um, nou, dat is dus inderdaad een uh, definitiekeuze. En uh, het, de definitie is wel dat een uh, uh, project eigenlijk niet langer ja, in beslag neemt dan drie tot zes maanden, geloof ik. Mm. Zoiets. En alles wat echt langer is dan dat, is meer een lange termijn doel. Bijvoorbeeld, ik wil mijn studieschuld. Naar nul hebben. Ik wil mijn ja. studieschuld aflossen. Daar komt, ja. Het kan een heel groot doel zijn als die heel hoog is, dat was voor mij ook zo. <laughs> en daaronder kunnen uiteindelijk, als je terugkijkt, tal van uh, verschillende uh, rollen ondervallen, verschillende banen die ik heb gehad mm -hmm. om inkomen te genereren, verschillende projecten daarbinnen weer om mm -hmm. ja, dat inkomen te genereren. Maar als je het zo definieert, dan snap ik ook wel dat je daar moeite mee hebt. Ja. Want dan is iets wat zeven maanden, een project wat luiderschijn een jaar duurt. Uh, die zou dan op je horizon 4 dan komen, dus lange termijndoelen. Um, terwijl je rollen vaak veel langer duren dan een jaar. Nou, de, de rollen, rollen zijn niet zozeer tijdsgebonden, is meer het probleem dat ja. ik ermee zie. En, en, en ja, je kan een, een, een heel tijdelijke rol hebben, een, een, een tijdelijke ja, uitzendkrachtachtige baan of zo. Hè? Uh, en een lange termijndoel kan ook weer meerdere rollen ja. maar dat hoeft ook weer niet. Dus dat maakt het voor mij zonder best. Bij lange termijn doelen denk ik ook niet per se aan iets wat je per se gaat halen, maar meer een richting waar je naartoe beweegt. Ik heb mijn lange termijn doelen ook wel vaker aangepast, mm. zeker als ik ook in de buurt ervan kwam, dan was het ook niet meer yeah. nodig. Uh, bijvoorbeeld een van mijn lange termijn doelen was een financiële situatie waarbij niemand me kan vertellen hoe laat ik moet opstaan. Uh, cool. Ja. Uh, dat betekent niet dat ik veel geld moet hebben. Dat betekent dat ik een bepaalde situatie moet hebben. Nou, dat is gelukt. <laughs> um, maar dan, als je daar bijna bent, is het geen lange termijn doel meer. Dus moet het dan naar je projecten. Dus het is een nou, beetje het is vreemd. Nog steeds een het is een, lange doel, het is een want, vreemd. Ja. Nou, maar dat vind ik zelf niet, want je hebt nog steeds ook de begindatum. Wanneer heb je dat doel? past gesteld, hè? En het feit dat je dichter bij het einde komt... maakt het niet een minder lange termijn, doel. Lange termijn doel. Het ja. betekent gewoon dat de uh, eindstip dichter uh, uh, in, Dicht in, in zicht is. komt. Maar het blijft een lange termijn uh, als je terugkijkt, weet je wel. Um, dus ja, dat is wel een, een goede... Ik had net eigenlijk een soort Eureka-moment... <laughs> <met die lacht> dat ik niet wil verliezen. <laughs> um, ja. Oh ja. Uh, lange termijn doelen. Naar mijn idee is het belangrijk dat je die wel redelijk scherp definieert. Mm. En wat jij net aangaf, ja, vind ik scherp hoor. Het is een duidelijke situatie, maar het klinkt eigenlijk haast meer als iets wat nog een stapje hoger ligt, namelijk een visie. Oké, okay, dat kunnen we, we hebben. Dat voor mij niet gewoon vertel, ja. Nee, oké, okay. maar voor mij is dan, als je zegt, uh, ik wil een situatie waarin niemand me vertelt uh, uh, wanneer ik wakker moet worden, Daaronder kunnen doelen vallen om dat te realiseren, zoals een bepaald inkomen uh, genereren. Mm -hmm. En Dat kun je meten. Dan kun je dus meetbaar uh, aangeven met misschien zelfs smart methode, specifiek, meetbaar, actionable, relevant en timely. Mm -hmm. Die vijf onderdelen van een doel om, uh, uh, om daar naartoe te werken en projecten en taken uit te voeren om dat te realiseren. Met als uiteindelijke uh, visie, uh, ik wil zo een leven leiden. Mm. Dus dat, dat is uh, het, het niveau dat weer uh, een stapje hoger gaat. Welke visie heb je voor jezelf over ja, wie je bent, wie je uh, uh, wil zijn eventueel. En hierin wordt het heel abstract. Hoe hoger je wordt, ja. hoe abstracter het abstracter ook wordt. wordt. En daarmee ook dus hoe meer vrijheid je hebt. En daarmee ook hoe lastig het is van wat moet ik nou hier nou eigenlijk... eigenlijk en hoe belangrijker het ook weer is ja. hè. Uh, 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 want de allerlaatste stap, en ja, ik vind het persoonlijk misschien een beetje overbodig, haast Je hebt ook nog de purpose, dat is het allerhoogste niveau. De ah, nee, maar dan hebben we er eentje te veel, toch? Nee, we hebben de vijf. We hebben de runway, projecten, projecten, area focus, doelstellingen, Visie. En. Uh, ja, zijn er zes. <laughs> <laughs> nou, dan zijn het er zes, ook goed. Prima. Maar dat zijn want wel want de... visie en principes neem ik namelijk samen. daarom Ja, dan ik, was ik, ik eigenlijk ook. Ik ja. vind dat eigenlijk ook dat, dat je dat best wel samen kunt nemen. Maar dat zijn gewoon echt waar je de, jezelf de grote vragen stelt. Ja, mijn, bij mijn visie en principes heb ik dus vooral principes. Uh, heb ik dus niet dingen die ik zou kunnen bereiken. Zoiets als een bepaalde financiële situatie zou ik niet bij mijn principes zetten. Wat ik daarbij zet is... Uh, uh, principes die waarvanuit ik op dit moment vanuit wil leven... en waar eigenlijk ook dus de rest vanuit voortvloeit... dan wel begrenst. Een van de principes die ik erbij heb staan... is spreek de waarheid. Uh, een andere is... wees open naar uitdagingen toe. Dus dat zijn echt principes over... Van, hoe wil ik nu op dit moment... mezelf... Uh, hoe wil ik op dit moment in de wereld staan? Ja. Dus die zijn juist niet toekomstgericht... Nee, zeker. Of misschien. zijn tijdsagnostisch. Ja, en in zekere zin, uh, ik heb het wel verdeeld. Uh, om, <tied> ja, ik heb gewoon het boekje gevolgd. Uh, uh, maar boeien, maar. Uh, uh, in, in, in de hogere niveaus, laat het zo zeggen. In, in, in de niveaus waarin je gewoon het hoogst uitzoomt. Uh, komen dingen inderdaad in voor als. wat zijn nou jouw kernwaarden? Ja. En, en uh, ook daarop moet je reflecteren. Leef ik. Conform mijn kernwaarde. Dat is een hele ja. moeilijke vraag om jezelf te stellen. Het zijn vragen die veel mensen zichzelf nooit stellen, vaak omdat ze niet durven. Ja. Maar ook vaak omdat ze gewoon niet in staat zijn. Omdat ze het nooit hebben gedefinieerd in the first place. In the first place. En ook omdat je zo, zo omlaag gedrukt wordt door alle dingen op de runway ja. die je aandacht was. Dat je ja. helemaal niet de ruimte hebt om over ja. die dingen na te denken. Ja. Je, je hoofd kan daar helemaal niet eens naartoe. Ja. Dus um, ja. Die, dat is een van de belangrijkste dingen die horen. Ja, dus neem vooral de tijd uh, om dat soort reflecties te kunnen doen. Ja, en, uh, die kun je ja. dus wekelijks bij een Review doen. Je kunt een review doen. is sowieso een soort ja, wekelijks onderhoud, als het ware. En ik heb daar gewoon een soort checklist voor gemaakt. Die blijf ik ook tweaken naarmate het systeem zich ontwikkelt. Maar op die manier weet ik zeker dat ik niks uh, mis. Alle inboxen, taken, projecten, areas of focus en. Ja, daar komen soms simpele vragen bij kijken: van hé, hey, heb ik mijn inbox wel leeg gemaakt? Ja. Uh, uh, tot soms hele uh, ja, indringende vragen. Uh, uh, joh, ben ik wel gelukkig? Uh, uh, yeah, prima, hè? Uh, ja, prima. Uh, leef ik bij. conform mijn kernwaarden? Ja of nee? En zo nee, wat kan ik daarin veranderen? En dat kun je dus vanaf het hoogste niveau aansturen. En dan hebben we het dus over die, die uh, dat metafoor. Hè? Uh, uh, als, je, als je die richting verandert, ja. op het allerhoogste niveau, dan heeft dat invloed op alles wat daaronder zit uiteindelijk. Ja. Ook al is het een kleine aanpassing. Ja. Dus wees daar ook heel bedachtzaam. Ja. Of het kan ook andersom werken. Het kan zijn dat je <coughs> grondniveau je re doen realiseren. Maar ja. wacht even. Absoluut. Ik heb hier iets opgeschreven, maar eigenlijk is er iets anders aan de hand. Absoluut. Ja. En dat vind ik zo fijn ook aan GDD is, je hoeft niet te beginnen met waar je waar je vijf jaar later wil eindigen. Je kan gewoon okay. beginnen met al die rommel. Die in je hoofd zit, eerst te ordenen en dan zul je vanzelf ja. zien dat die andere vragen op hun plek vallen. Ja. En dan misschien is het over een jaar veranderd. Dat kan. Dan ja. ben je nog geen stap dichterbij gekomen. En dat is ook helemaal niet erg, want waar het om gaat is dat je ergens naartoe beweegt. Niet per se dat je het haalt. Ja. Want jij verandert ook. Als het goed is, verander je ook door een jaar heen en krijg je nieuwe inzichten en leer je nieuwe dingen. En begin je ja. te realiseren dat misschien de doelen die je voor jezelf gezegd had, toch anders moeten. About a destination, it's about the journey. Exactly. Het blijft, uh, het blijft zo waar. En uh, waar dit om gaat, is dat je inderdaad uh, dat realiseert, dat je dat in de praktijk brengt en uh, dat je uh, ja, in lijn bent, bewust bent en je ook uh, goed voelt over de richting waarin je beweegt. Yeah. Zonder dat je per se uh, dwangmatig moet weten waar, wanneer is de eindstip, uh, want ja, dat, dat, dat is eigenlijk helemaal niet relevant. Helemaal eens. Het, het gaat om de beweging die je maakt. Ja. En uh, zo zie je maar weer hoe, uh, <laughs> hoe een simpele uh, lijstje maken toch kan leiden naar, <laughs> de, kan leiden naar een uh, uh, welomvattend uh, wereldbeeld over hoe je leven zou moeten leiden. Dankjewel. Ah, mooi man. Voor mensen die niet uh, begrijpen waarom al zo hard moet lachen, om, uh, om dit is so, zo zie je maar weer, was, uh, was jouw uh, catchphrase bij, uh, toen we nog uh, collega's waren. Ja. Waarin uh, je ja, eigenlijk elke. Uh, Elk, elk meteen gebeurde, en ik kon ombuigen naar een. Uh, naar een levensles. Semi-filosofische, semi-levensles. <laughs> ja, zo, zo zie je maar weer dat je. <laughs> 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 nee, goed, laat maar. <laughs> ja, weet, dat is een uh, mooie bewustwording uh, die je mij daar gegeven uh, hadden. Maar, mooi man. <laughs> mooi. Uh, Hebben we nog iets te bespreken? Ik denk. Um, dat mensen gewoon. Uh, als ze dit o? hebben volgehouden. Twee uur zo? Oké, nou, mooi moment <laughs> om het <laughs> ook af te sluiten. Maar. als je het gevoel hebt. als je je wel eens overweldigd voelt. met die stimuli. in je leven, wat het ook is. Of, sorry. Overweldigd, of als je een constant zeurend gevoel hebt. die gewoon constant eigenlijk zo zo aan het aan afreden. is. Het is ja. niet overweldigend, het is geen crisismodus... maar je hebt wel constant... Je gaat, er zit meer in. Ja, je gaat, dat of, of je bent op de bank en je denkt eigenlijk... oeh, ik moet eigenlijk dat nog doen. Ik moet mm. dat nog doen, dat nog doen. Ja. Dus op ja. beide. Ga verder. Pik het boek op. <laughs> Begin het gewoon te lezen. Getting Things Done. Getting Things Done van David Allen. Het is een uh, populair boek, niet zonder reden veel mensen hebben dit ja uh, 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 yeah, uh, adapted en ik um, geloof dat het ook in iedere bibliotheek wel te verkrijgen is zelfs het kost niet veel geld ja als mensen meer willen leren over de toepassing ervan uh, dan heb ik daar ook dus een eigen YouTube kanaal over dat ik hier schaamteloos ga promoten want, heel goed uh, dat mag en dan kun je gewoon op mijn eigen naam uh, zoeken en dat Lucas Prige Lucas met de C Priggen met dubbel G maar kopieer je gewoon wat in de titel van deze uh, ja, aflevering staat. En dan kun je dat in YouTube plakken. Yes. Dat vind je me wel. Cool. Um, dus ja, dat is uh, de actie die ik mensen zou willen, het huiswerk dat ik mensen zou willen meegeven. <laughs> uh, begin gewoon met het boek te lezen. En dan uh, hopelijk valt de rest vanzelf op zijn plaats. Ja, uh, over begin met een klein YouTube-filmpje, die zijn er ook wel ja, een beetje in te krijgen. Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik had wel wat dingen gekeken voordat ik aan het boek begon. Maar het boek overtreft alle verwachtingen. Ja, En ik, ik heb het zelfs twee keer gelezen twee voordat keer het echt uh, binnenkwam. Dat uh, moet ik ook wel zeggen. Dus het is echt moeilijk als je dit soort dingen niet gewend bent. Ja. En neem ook hulp in handen uh, als je er wel van overtuigd bent. Ja, ik wil ook zo ja, leven uh, bij wijze van. Er zijn mensen die je daarbij kunnen helpen. Ik ben daar één van. Uh, uh, en ik er was, zijn ook heel veel anderen. Ja. Uh, ik had zelfs het boek uh, toen ik het eerst las, heb ik alleen tot aan het capturen en het organiseren gelezen. Ja. En dat was genoeg. Hmm. Maar ik moest eigenlijk eerst hmm. twee, drie maanden eerst daaraan werken ja, en dat ja. doen. En dat, dat maakte ook al een enorm veel, veel verschil in hoe ik dingen deed, hoe ik werd hoe ik, uh, werkte, hoeveel meer rustig ervaren. Toen dat ik over twee drie, ma twee, drie maanden later eigenlijk ook realiseerde van. Hmm, er is plaats voor, nu merk ik een beetje weer ongemak opstijgen. Want ja. ik weet niet zo goed wat de projecten zijn. Ja, precies. Waar dus je, je had was. inderdaad uh, een soort eerste hoofdstuk geïntegreerd. En dat kost op zich al heel veel tijd. Ja. En op een gegeven moment zit dat in je systeem. En dan merk je ook, okay, ik ben toe aan de, aan de volgende stap. En uh, ja, dus dat is ook wel iets. Uh, uh, play the long game. Uh, dit is niet iets dat je nadat je het boek leest... in één dag helemaal geïntegreerd ja. hebt of zo. Het kost ja. echt wel wat werk. Maar het is een investering. En uh, nou ja, ik heb er, wat is het, na... Nou, nou ja... Na een paar maanden zat het wel echt goed in mijn systeem. Nu vind ik het ook leuk. Daarom zitten we hier nu 2,5 uur over te geeken, natuurlijk. Uh, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Uh, uh, het het uh, is een, een, een hoge instapbarrière, eigenlijk. Maar wat je ervoor terugkrijgt, uh, zal nou ja, voor de rest van je leven, uh, als je het gewoon blijft toepassen. Uh, en je zal dat ook wel willen doen, denk ik. Gewoon, gewoon bij je uh, blijven. Uh, en ik had laatst in de. Nieuwsbrief van David Allen, ook een mooie metafoor gelezen. Hij zit daar heel goed in. Ik bedoel, we hebben het hier een paar keer nu al gedaan, maar hij is echt de overtreffende trap. Um, en, en dan blijf je toch het denken, oh wow, ja, ja, ja. <laughs> uh, hij had het erover dat je hebt, uh, in auto's, klassieke benzineauto's, laat het even daarop houden, heb je twee aandrijflijnen. Je kunt schakelen of je hebt een automaat. Ja. Huh? Welke is comfortabeler om in te rijden? Doorgaans. Ja, automaat. Juist, want je hoeft niet te schakelen, je hoeft niet aan te denken enzovoort. Ja. De, uh, de, de, de engineering die erachter zit, is veel complexer voor een automaat. Ja. Maar de ervaring die het oplevert, is juist weer veel rustiger, ja. simpeler, et cetera. Ja. En zo moet je het eigenlijk uh, ook zien met, met die je, je engineert in wezen een soort automatische uh, systeem waardoor je makkelijker, eenvoudiger, uh, comfortabeler door het leven kunt rijden uh, uh, bij wijze van, uh, ook op hoge snelheid als het moet. Wat een goddelijke wijsheid om je ja. af te sluiten. Dankjewel. Ja,